Maar wat ik zag is, gaat veel verder. Het is gedragsbepalend, het is DNA-bepalend, het is alles bepalend, dat soort zaken. Ik heb gewoon jarenlang naast mensen mogen zitten in die praktijk die dat allemaal blootleggen. En dan hoor je nogal wat. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus along the way ontvouwde zich een plaatje die zo ongelooflijk groot was dat ik dacht van ja, ik moet hierover gaan melding maken. Ik moet gaan publiceren. Die krachten hebben er wel baat bij natuurlijk. Want misschien ga ik me straks vragen, wie zijn dan die krachten? Dat zien we zo wel. Maar die hebben er wel baat bij dat wij in die dissociatieve staat hier een beetje zo rondlopen. En ons niet al te ingewikkelde vragen gaan stellen. Er wordt ons een vervalste versie aangeboden van de spirituele wereld waar we vandaan komen, om ons in gevangen te houden door middel van, nou je weet het, QR-codes, tiptoetsen, implantaten, chips, heel de pleuris uit. Dat is het concept wat ons aangeboden wordt en heel veel mensen trappen erin. Kijk, als jij een leven hebt geleefd als prostituee, omdat dat je van de straat hield en omdat dat je kind hielp het eten te geven of wat ook, dan kan je dermate pesthekel aan mannen krijgen en vooral aan hun geslachtsorgaan, dat er een nieuw leven volgt waarin je er eentje vindt en dat je dus zijn pik eraf hakt. En dan ben je een dader, want hij bloedt daarna dood. Dus dat betekent dat de ontvanger van die organen per definitie verbonden zal blijven met de verwarde geest van de donor. Waar ik van overtuigd ben innerlijk, is dat de ziel en de zielenkracht zich nooit zal laten beteugelen. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En we zitten vandaag in Drenthe. We hebben een aardig eindje ervoor gereden, maar ik weet niet of je het kunt zien, maar het uitzicht is prachtig. We zitten op een mooie inspirerende plek, dus ik ben er blij mee. We zitten namelijk bij Maarten Oversier. En ik ben eigenlijk op Maarten gekomen door Marcel Messing. Dus dan belooft het al meestal wat goeds. Maarten is inmiddels 25 jaar reïncarnatie- en regressietherapeut. Hij heeft ruim 15.000 sessies gedaan. En hij is ook auteur van een recentelijk uitgekomen boek. Dat ligt hier, Bestaansrecht. Ik ben het nu aan het lezen en het is echt een, vind ik zelf, geweldig boek. Even kijken. Het boek is eigenlijk, en dat hebben we net eventjes mooi opgeschreven, een verslaglegging van de ontdekkingen van meer dan 25 jaar reïncarnatietherapie. Superbelangrijk onderwerp. Daar komen we wel over te spreken. En dan zullen jullie vanzelf ook horen waarom ik dat zo'n belangrijk onderwerp vind. Maar voor we gaan beginnen, lieve vrienden, als jullie tof vinden wat ik maak, jullie helpen mij enorm door de video te delen en te abonneren op mijn kanaal. En als jullie mij nog meer willen ondersteunen, dan kan dat. Ga dan naar www.johnluca.com. Daar kun je een bijdrage leveren financieel. Of iets anders kan ook. Stuur me dan een mailtje naar info@johnluca.com. Thanks voor jullie bijdrage. Thanks voor jullie hulp. En snel over naar de podcast. Maarten, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, dat is een genoegen. Ja. Eigenlijk zei je net al tegen mij, toen ik de intro aan het opschrijven was, van ja, het is best wel een moeilijke term. Voor moeilijke term, reïncarnatietherapie, zeg je, ja, voor mensen dekt dat toch vaak niet de lading misschien. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is een term die voor veel mensen het idee oproept dat we, of iemand die met reïncarnatietherapie bezig is, zich vooral met vorige levens bezighoudt. Dus voor mensen die daar dan misschien vooropgestelde ideeën over hebben, is dat lastig, wordt het te snel geïnterpreteerd. Dat vind ik lastig. Het reïncarnatieverhaal impliceert dat er meerdere levens geleefd worden en dat je daar dingen mee kunt maken die, dat is natuurlijk ook wel zo, die nog steeds aandacht behoeven. Maar reïncarnatietherapie of regressietherapie behelst veel meer dan het bezighouden met vorige levens. Ja? Dat is wat ik ermee bedoel. Ja, en wat behelst het dan nog? Ja, wat behelst het dan nog meer? Ja, het is de samenhang eigenlijk, want het is een therapievorm die zich bezighoudt met verwerking van dingen die, die noemen we dan traumatisch. Hè? Dus gebeurtenissen die traumatisch zijn geweest en die dan in onze tijdslijn in het verleden liggen. Maar dat houdt zowel de jeugd in van het huidig bestaan, omstandigheden tijdens de zwangerschap, toen je nog in de buik zat van je moeder, rond de bevalling zelf, zelfs de conceptie en inderdaad vorige levens. En daarin heb ik mezelf behoorlijk
toegespitst op het werken met voorouders. Dus de lijnen met voorouders, de verbindingen met voorouders, die daarin superbelangrijk zijn om aandacht te geven. Dus alles bij elkaar, al deze herbelevingsgebieden, zoals je het kan noemen. Nou, dat moet dan passen onder de term reïncarnatietherapie. Mm. Zo, dat is een beetje het veld van het werk waar ik me mee bezig hou. Mm-hmm. Ja. En ik kan me voorstellen, want het is zeg maar niet iets wat voor de hand ligt dat je gaat doen of zo. Het is niet als je in de middelbare school komt dat je bedenkt, ik ga een opleiding hiervoor doen of ja. Nee. Dus hoe is het op jouw pad gekomen? Nou, ik weet niet. Het is dat ik wel van kinds af aan sowieso het gevoel heb gehad dat er veel meer is dan dat me verteld werd sowieso van huis uit. Dus dan doel ik inderdaad ook wel op een werkelijkheid voorbij de fysieke werkelijkheid. Dat kan je dan de spirituele wereld noemen. En dat ik ook vrij snel doorhad, ook vanuit mijn kindtijd, dat die andere wereld, die niet direct zichtbare wereld, eigenlijk niet of nauwelijks ter sprake komt in alles wat je hoort van je familie. Mensen die invloedrijk zijn, opa en oma, kennissen en vrienden van mijn vader en mijn moeder. En zeker op school niet. Dus het werd me vrij snel duidelijk dat die wereld eigenlijk, nou, of van niet of anders ondergeschikt belang is en alles wat aards is, wat fysiek begrijpelijk is. En dat vond ik vroeger al super onlogisch. Daar snapte ik helemaal geen bal van. Hmm. Dus uiteindelijk ga je dan wel aanpassen als kind. Dat doen de meeste kinderen naar de verwachtingspatronen van het familiesysteem. Maar daaronder door wandelt wel een spoor van iemand die heel erg nieuwsgierig is en ook wil gaan onderzoeken hoe dat dan allemaal zit eigenlijk. Mm-hmm. En jij bent, want je komt eigenlijk uit een compleet andere wereld. Hè? Want je bent in de horeca uiteindelijk. Ik heb je best wel veel gedaan en lang gewerkt en jezelf ook wel redelijk opgewerkt, geloof ik, naar best wel wat mooie dingen gedaan. Ja. Dan is het toch opeens een hele omslag om zoiets te moeten gaan doen, kan ik me voorstellen. Ja, maar ik denk dat de kiem van wat ik uiteindelijk ben gaan doen al lang geplant was, of het zaadje moet ik zeggen, al lang geplant was in mijn kindertijd. Dat staat ook ergens in het boek, maar dat is allemaal wel begonnen toen mijn vader doodging, toen ik heel jong was. En dat is ook plotseling gebeurd. En een kind sowieso wil weten waar die vandaan komt. Dus ook heel letterlijk. Waar is die dan gebleven? Hoe werkt het dan? Hoe zit het dan? Dus je zoekt natuurlijk referentie. Daar heb je je vader en moeder voor. Dus op het moment dat hij er in de fysieke vorm niet meer was, ben ik een zoektocht in gaan zetten. En ja, dat is letterlijk en figuurlijk heel kinderlijk. Want mij werd verteld dat mijn pa uiteindelijk naar de hemel op reis was. Hij was exportmanager van een groot bedrijf. Dus hij was al veel op pad. Dus eerst was hij naar Amerika op pad en heel ver op pad en op wijze. En op een gegeven moment was hij naar de hemel op reis in de woorden van mijn moeder. En dat werd dan ondersteund door mijn grootouders, die daarin ook heel erg invloedrijk waren. Dus ik besloot als kind eigenlijk, nou ja, als hij daar is, dan ga ik hem daar zoeken. Dat is niet zo moeilijk. Ja, is wel moeilijk, maar dat heb ik wel toen gedaan. Dus dat betekent dat je allerlei zintuigjes gaat soort uitknijpen om te kijken of je indrukken kunt krijgen van de wereld voorbij de fysiek waarneembare wereld. En stap voor stap ontstaat dat dan ook. Dan ga je inderdaad ontdekken dat er andere werkelijkheden zijn. Daar word je dan nooit in bevestigd. Als kind word je daar zeker niet in bevestigd. Dus dat is al heel verwarrend en zo. En toen heb ik uiteindelijk rond mijn, 16, 17, 18 jaar, na de HAVO toen, besloten om een tijd de horeca in te gaan. Dus een superwereld om lekker bezig te zijn, actief te zijn en je niet met al dat soort zaken bezig te houden. Maar zoals ik al zei, de kiem was al gelegd. Dus later is dat eigenlijk uitgekomen. Dat zaadje is uitgekomen nadat ik een tijd lang heb kunnen uitfrieken in de horeca. Maar je zegt dus net wel dat je eigenlijk als kind je was dus al heel erg daarmee bezig. Ja. En je hebt toen eigenlijk al gemerkt dat er meer was. En dat je dus al in staat was om bepaalde dingen wel te kunnen doen. Alleen je werd daar dus niet in bevestigd, zeg je. Mm-hmm. Hoe moet ik dat voorstellen? Hoe heb je daar wat voorbeelden van? Nou ja, kijk, weet je, ik had toen je hier kwam, toen we dit afgesproken hadden, waar ik heel blij mee ben, me voorgenomen van dat doe ik iedere keer. Hoe kan ik het nou, zeg maar, dat wat voor veel mensen zweverig zou kunnen klinken, hoe kan ik dat nou reduceren tot behapbare proporties?
Zodat het wel spiritueel blijft, maar wel gewoon begrijpelijk. Zoiets had ik bedacht. En, maar goed, weet je, ik had als kind wel ervaringen die, die dan voor mensen die dat niet zien of snappen, misschien een paranormaal gehalte hadden. Ik trad uit bijvoorbeeld, dus ik kon buiten mijn lichaam zijn. Zo spannend is het niet, want inmiddels weet ik dat zo ongelooflijk veel mensen dat allemaal meegemaakt hebben. In de kindtijd is het zelfs gebruikelijk dat je dat doet met enige regelmaat. Maar dat had ik dus ook. En wat ik ook zag als kind is dat er werkelijkheden bestonden. Dus aanwezigheden van, laat ik dan maar zeggen, overledenen of andere aanwezigheden. Dat ik die waarnam. En ik kon ook kleuren zien rond mensen en zo. Maar zoals ik er net al zei, ik kreeg helemaal geen referentie. Dus op het moment dat ik daar over repte thuis als jochie, dan was dat fantasie. En dan ga je een soort opsplitsen. Ik noem wel van, dan wordt dan een soort functioneel schizofreen worden je dan. Weet je, aan de ene kant ga je dan gewoon je aanpassen aan de gewone wereld. Waar je je best moet doen en waar je moet leren en waar je enzovoort. En dat andere stuk, wat wel degelijk besef heeft en ingeklikt is op die spirituele werkelijkheden. Ja, die komt dan een soort in de wacht te staan. Misschien toen al zo van, nou, even nog uitrijpen een tijdje. En dan kom ik er wel een keer mee voor de dag. Mm. En dat is pas veel later eigenlijk gebeurd. Dus de omzwerving die daarvoor nodig is, onder andere de horeca, is functioneel geweest. Maar daarna is het toch wel gewoon weer bij elkaar gekomen. Mm. Is dit niet zo, dit is wel de laatste tijd wat ik vaker observeer, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat eigenlijk we als kind zijnde veel beter in staat zijn om al die dingen te kunnen doen. Alleen dat ons al vanaf zo jong geleerd wordt eigenlijk dat het of fantasie is of onzin, waardoor je ja, dat zelf ook maar gaat geloven en daar steeds verder vanaf komt te staan eigenlijk. Dat is hartstikke waar. Kijk, en het is nu zo, ik voer natuurlijk al een tijd praktijk. En ja, als er heel veel mensen komen door de jaren heen en je kunt allerlei dingen vragen aan die mensen natuurlijk, die voor de therapeutische focus allemaal relevant zijn. Ja, dan hoor je aan de lopende band dat mensen in hun kindertijd op die manier, nou, onerbiedig gezegd, ontwricht zijn geraakt onder invloed van ouders en omgeving. Met alle respect, want die ouders die werden in hun kindtijd op die manier ook al gedirigeerd natuurlijk. Een heel oud systeem. Dat is een oud systeem. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dan al heel snel af wordt geleid van je spirituele waarden, werkelijkheid. En dat heeft verstrekkende gevolgen. En dat is natuurlijk wel wat ik voor mezelf ontdekt heb. Mm-hmm. Maar als je een tijd dit werk doet, dan ontdek je dat dat voor menigeen geldt. Ja. Ja. En want oké, dus, maar dan kan me dus voorstellen dat die horeca-periode wel ja, gewoon een soort van afleiding, onderdrukking van hetgen was wat je eigenlijk al voelde, om daar niet aan toe te hoeven geven of zo. Of zeg ik dat verkeerd? Ja, nou, kijk, het was de horecatijd, maar weet je, ik noem het episodes, weet je. Als je een leven leeft, dan heb je allemaal episodes in je leven. En ik wilde ook heel graag een gezin hebben. Dus in die tijd ben ik ook getrouwd. En ik heb 4 prachtige mooie kinderen met mijn voormalige partner. Dus dat had ook allemaal op die manier zijn bedoeling. Ik heb dat ook op die manier graag mee willen maken. En toen er meer ruimte kwam voor dit soort diepere dingen, ja, ben ik mijn leven anders gaan inrichten. Mm-hmm. En toen is er weer een soort nieuwe episode begonnen. Dus ik denk niet dat wat ik nu doe had kunnen doen als ik niet die tijd heb gehad met de horeca. Mm-hmm. Wat ik nog steeds prachtig vind, de alchemie van het koken en alles wat daarmee samengaat, word ik altijd super blij van. Dat geeft me altijd een soort bedding eigenlijk. En dat maakt, dat houdt me gegrond en alles in wat ik doe dus. Mm-hmm. Dus dat heeft voor mij gewoon een functie gehad als het ware. Ja, en op een gegeven moment liepen die twee werelden best wel aan elkaar over, toch? En de horeca en het nieuwe. Ja, het is inderdaad zo dat ik ontdekte dat ik het vermogen had om met mijn handen, dat heet magnetiseren, dingen te doen bij mensen. En ik heb het trouwens zelf niet ontdekt. Iemand die vertelde mij dat ik dat vermogen had. Dus ik dacht eigenlijk dat die vent gestoord was toen.
Maar dan ga je langzaamaan toch daar een beetje mee bezig. En dat bleek dus zo te zijn dat ik mensen kon helpen, een soort verlichting te ervaren als ze pijn hadden of wat ook. En als ik met die mensen aan het werk was, dan gebeurde het heel vaak dat die mensen aangeroerd werden in iets wat dieper lag. Een verhaal, een gebeurtenis die ze in zichzelf opgesloten hadden. Nou, en zo nu en dan deed ik mensen behandelen naast mijn functie toen als chef-kok in een hotel. Dus toen ging het eigenlijk al een beetje parallel. En de nieuwsgierigheid naar die dingen die ik als kind eigenlijk al had. De nieuwsgierigheid, een soort magnetische aantrekkingskracht tot die zaken. Plus het feit dat wij toen twee kinderen hadden. De oudste twee die toen 1 en 3 waren of zo. En dat ik geconfronteerd werd met het feit dat ik zoveel aan het werk was in die horeca. Ik was super, super ambitieus en gaan als de brandweer. Dus ik denk, ja, als ik nou zo doorga, dan zien die kinderen ook geen vader. Ik wist zelf hoe dat was natuurlijk. Dus die dingen allemaal bij elkaar genomen hebben mij ertoe aangezet om hiervoor te gaan. Mm-hmm. Waardoor ik meer thuis zou zijn, meer ruimte zou hebben voor het gezinsleven. En uiteindelijk dit stuk zou kunnen gaan exploreren. En dat heb je flink gedaan ook door de jaren heen. Ja, dat is wel een uit de hand gelopen hobby. Met uiteindelijk dus eigenlijk waar we dan nu aankomen bij het boek wat jij geschreven hebt. Van wat is voor jou eigenlijk de drijfveer geweest om dit op te gaan schrijven allemaal? Ja, ik zie gewoon het feit dat ik in dat therapeutschap terecht ben gekomen. Er heel veel mensen zijn geweest die hun ziel en zaligheid blootleggen. Mij eigenlijk een soort vrij baan geven om in het bewustzijn van die personen te gaan opzoeken waar de onverwerkte zaken liggen die nu relateren aan de klachten die ze hebben, zie ik als een gigantisch privilege. Dus ik heb gewoon jarenlang naast mensen mogen zitten in die praktijk die dat allemaal blootleggen. En dan hoor je nogal wat. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus ik ben me natuurlijk wel gaan beseffen van, jeetje, dit zijn allemaal goudmijnen. Wat na verloop van tijd een enorme waardevolle indruk geeft over hoe een ontstaansgeschiedenis van trauma's die je kunt oplopen naar actuele klachten, hoe dat werkt. Hoe die dingen allemaal gerelateerd zijn aan elkaar. Wat de inwerking is van gebeurtenissen van opa's en oma's, vaders en moeders in hun tijdsbeeld en hoe dat het huidig gedrag bepaalt van je cliënt. Dus ik begon natuurlijk wel te zien dat ik naast een goudmijn zat en dat ik begon te herkennen dat er allerlei overeenkomstige thema's waren. He, dus er is een enorme gemeenschappelijke deler in wat die mensen allemaal beroerd heeft. Dus along the way ontvouwde zich een plaatje die zo ongelooflijk groot was dat ik dacht van ja, ik moet hierover gaan melding maken. Ik moet gaan publiceren. Dus dat is begonnen met het schrijven van diverse artikelen waarin ik dingen uiteen heb gezet en waar ik mijn bevindingen heb neergezet en zo. En toen ik dat begon te doen en merkte dat dat heel veel reactie opriep bij mensen die het lazen. Ik heb bijvoorbeeld in 2011, geloof ik 10 of 11, een artikel geschreven dat heet Reïncarnatie in de Tweede Wereldoorlog. Een vrij uitgebreid artikel. En ik had toen ook van, nou ga ik het verdomme opschrijven, nou mag iedereen het weten. Heb ik dat een lang artikel heb ik geschreven toen voor Frontier Magazine. En dat is toen nou, van Groningen tot Maastricht gelezen. Ik heb echt honderden reacties gehad van mensen die zich allemaal herkenden in die verhalen. Er staan ook casussen in enzovoort. Toen is dat artikel zelfs naar het Duits vertaald. En moet je nagaan, de reïncarnatie in de Tweede Wereldoorlog is naar het Duits vertaald. En daar zijn mensen geweest van in 2 opleidingsinstituten in Duitsland. 1 in Kassel en 1 in München. Die verhalen lazen en die mij toen gevraagd hebben of ik daar wilde komen werken. Voor dat opleiding geven aan therapeuten enzovoort. Nou ja, dan betekent het gewoon dat het werkveld waar ik al in zat nog groter werd. En vooral in Duitsland heb ik onwijs veel gezien, onwijs veel geleerd over hoe die oorlog de generaties geteisterd hebben. Nou, dat kunnen we nog wel begrijpen. Hè? Maar op welke manier het doorcijpelt 2, 3, 4 generaties verder. Dat is voor heel veel mensen zijn dat gigantische eye-openers.
Mm-hmm. En dat was mijn eye-opener, dat dat voor hun een eye-opener was. Dat ik dacht van Jezus, want dit wordt helemaal niet geweten. We nemen pas serieus als aantoonbaar eerste generatie oorlogsslachtoffer. Of je dan denkt, oh ja, nou ja, daar zit je dan nog mee. Maar wat ik zag is, gaat veel verder. Het is gedragsbepalend, het is DNA-bepalend, het is alles bepalend, dat soort zaken. Nou ja, dus dat artikel heeft heel veel reactie opgeroepen. En toen ik nog artikel schrijf. En uiteindelijk had ik een heleboel artikelen die uiteindelijk samengekomen zijn in dat boek. Dus eigenlijk wilde ik die artikelen aan elkaar verbinden in het boek. Dus door er een samenhangend verhaal van te maken. En toen is eigenlijk het aan elkaar schrijfsel, zoals ik het noem, is het boek geworden. Mm. Waarin ik gewoon melding doe van al die ervaringen die ik heb mogen zien en meemaken. En bijzondere observaties ook, die je doet volgens mij. Ja. Het is zo, ja, tijdens het lezen zeg maar, viel voor mij ook veel op zijn plek, maar ook van de ene verbazing in de andere eigenlijk toch wel. Van hoe diep bepaalde dingen of bepaalde grote gebeurtenissen in ons leven nog steeds doorgaan op ons generaties later. Ja. En dan besef je eigenlijk ook wel dat wat voor een impact dat soort momenten hebben en ook hoe belangrijk het is dat we naar die stukken toe gaan om dat ook op te lossen. Om voor onszelf daar beter weer uit te komen. En ook niet zo manipuleerbaar te zijn, net als in deze tijd. Want ik geloof dat verband trek jij ook wel. Hè? Dat hoe makkelijk nu alles, al die plannen en zo worden doorgevoerd. Dat ook al deels komt vanuit de trauma's die we hebben opgelopen voor. Of onze voorouders. Of, ja, absoluut. Of zelf. Ja, dat klopt. Kijk, het is van in eerste instantie als je met dit werk bezig bent. Dan is mijn focus vanzelfsprekend als therapeut om te werken aan de klacht die iemand inbrengt. Hè? Dus de hulpvraag. Maar goed, ik wil niet in herhaling vallen, maar op het moment dat je die focus zet en je ziet allerlei overeenkomstige thema's met degene die de dag ervoor geweest is of de week later komt en bla bla, dan zie je dat er een veel groter plaatje zich gaat ontvouwen. En dat dus tijdsbeelden waarin grote catastrofes plaatsvinden. Dus het zijn oorlogen, hongerwinter, oorlogen waren ook natuurlijk. Of bijvoorbeeld de inwerking van een religie, zoals de kerk voor een groot deel. Dat het effect van al die organisaties, structuren, hoe je het wil noemen, als een olievlek door de generaties heen sijpelen. Dus dat betekent dat Pietje en Jantje en Klaasje en Truusje, die allerlei verschillende mensjes zijn, in feite allemaal op hun eigen manier onderdrukt worden door omstandigheden die georganiseerd zijn, dat heb ik natuurlijk ook ontdekt, georganiseerd zijn. En waar onze voorouders, dat zijn meestal de opa en oma generatie, zeg maar, of voor jongere mensen de overgrootouders, waar die allemaal mee te maken hebben gehad. Dus dat is natuurlijk de grote visie geweest voor mij om te zien. Dat het effect van die georganiseerde traumatisering, zo noem ik dat, niet alleen de trauma's creëert voor de dan levende generatie. Nee, het gaat veel verder. Die mensen die krijgen ermee te maken. Hun gedrag wordt erdoor bepaald. Daardoor wordt de opvoeding van het nageslacht ingekleurd. Die gaan heel ontwricht gaan zij zich vormen, gaan ze zich ontwikkelen enzovoort. Nou, en dan komt de volgende generatie en dat zijn wij of ben jij of weet ik veel wie. Dus dat betekent dat wij nog helemaal geen inzicht hebben dat we nog steeds lijden onder bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Of onder het systeem kerk wat in de periode van onze vaders en moeders, opa's en oma's superactief was. Het is nu iets minder actief, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds echt heel veel effect heeft. Mm. Dat is mindblowing voor mij geweest om te ontdekken. En ja, weet je, het is gewoon een soort alsof dan er een enorm groot veld opengelegd wordt over hoe oorzaak gevolg in elkaar zit. Hoe onvoorstelbaar cru en confronterend het eigenlijk is dat gemiddeld genomen mensen daar totaal geen weet van hebben. Dat is al bizar. Dat er niet over gesproken wordt, dat wij kunnen berusten een leven lang, minstens decennia lang, in mijn opa was nu eenmaal zo. That's it. We gaan niet afvragen, wat is er gebeurd met die gast?
in die periode, toen hij 2 jaar teweeggesteld werd of zo. Maar daar spraken we bij ons thuis nooit over. Zo, dat soort dingen hoor ik aan de lopende band. Kijk, of ik nou in Canada werk, bij de Indianen werk ik in de reservaten, of in Duitsland werk, of in Spanje, of hier in Nederland. In Spanje is het de Franco-tijd, in Duitsland is het heel erg de Tweede Wereldoorlog. En als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog die de Tweede Wereldoorlog heeft mogelijk gemaakt. In Nederland heb je een ratje toe van verzetsmensen tot NSB en een hele grijze massa ertussen en bla bla bla. Overal is die beïnvloeding nog steeds actief in ons DNA. Dus het is een levend veld eigenlijk wat wij, terwijl wij bestaan en de tijd doorkomen, continu in ons aanwezig is. En zolang wij niet klachten hebben of niet vastlopen, laten we zeggen niet van betekenis, gaan we ons er niet zo erg mee bezighouden. Maar de mensen die naar mijn praktijk komen, en niet alleen de mijne natuurlijk, die werkelijk willen onderzoeken wat er aan de hand is, en die komen uiteindelijk allemaal uit bij de consequenties van het feit dat je geen goede lijn hebt met je vader en geen goede lijn met je moeder. En hun niet met hun opa's, of hoe zeg je dat, met hun ouders. Mm. Dat die lijnen allemaal beschadigd zijn geraakt door omstandigheden die georganiseerd zijn. En dat heb ik van de Indianen natuurlijk geleerd. Dat zodra die beschadigingen een feit zijn, je niet meer goed kan leven. Dan ben je hier in wezen gewoon constant aan het zoeken en probeer je steeds je focus ergens bij te houden ter compensatie van de verbroken verbindingen die je met je voorouders hebt. En dat hele voorouderlijk systeem, wanneer je onderzoek gaat doen naar de oorspronkelijke waarden van inheemse volken, dat is natuurlijk heel divers, maar in de gemeenschappelijke deler is allemaal hoe belangrijk het is om je voorouders te kennen. You need to know your ancestors. Anders ben je stuurloos. Dat is gewoon. En dat is natuurlijk een hele coole uitspraak. Je kan het lezen, 300 keer kan je het lezen. Denk ik, goh, interessant zeg. Ja. Maar je kan het 100 keer lezen zonder te beseffen wat er feitelijk gezegd wordt. Het zegt gewoon dat we allemaal spirituele wezens zijn. Dat wij hier voor een earthwalk, zoals ze het noemen, voor een bepaalde periode ben je hier op aarde. Om een hoofdstuk toe te voegen aan een bepaalde zielsontwikkeling. Om te leren leven en de ontdekkingen te doen, enzovoort, enzovoort. Maar dat je vanuit je spirit dan, hè, zo zweverig is het niet, nog steeds in verbinding bent met je vader en je moeder en je opa en je oom en die hele lijn, dat is een veld wat constant waar is, met hoofdletters waar, terwijl wij hier in een afstemming inmiddels rondlopen waarin wij dat in twijfel trekken of dat überhaupt wel waar zou kunnen zijn. Mm-hmm. Zo, dat is een gigantische afknijping eigenlijk van je vermogen om dingen in een groot verband te zien. Mm-hmm. En ik krijg het in die zin bevestigd, want ja, ik zei het net ook tegen je van, weet je, de meeste mensen die in mijn praktijk komen, die hebben zich niet ingelezen in de reïncarnatie of spirituele dingen of wat. Die willen alleen maar van hun problemen af. Dus dat is ook helemaal prima. Dus daar wil ik mee aangeven, hè, dat het helemaal niet een voorwaarde is dat je een of andere spirituele gradatie hebt moeten bereiken voordat je op deze manier succesvol therapie kunt bedrijven. Nee, het is alleen maar omdat we allemaal vanuit onze spirit op dezelfde wijze natuurlijk leven en doen enzovoort. Alleen de ene is er wat verder vanaf dan de ander. Maar ik zie natuurlijk iedere keer op het moment dat iemand begint te beseffen waarom oma deed zoals ze deed of opa deed zoals die deed, de gevolgen daarvan in de opvoeding van de ouders van mijn cliënt dan vervolgens. Op het moment dat mensen dat op een diepere niveau beginnen te beseffen en te doorleven en te doorvoelen, dat is super opknappen. Mm-hmm. Dat ze zich veel meer gecenterd voelen, steeds veel meer vanuit hunzelf kunnen bestaan. En last but not least, dat ze voelen niet meer beïnvloedbaar te zijn. Mm-hmm. Dan kijk je veel eerder door de façades heen van alles wat ons wordt verteld enzovoort. Dus dan zie je wat een gigantische power field dat eigenlijk is. De verbinding met je voorouders. Nu je dit eigenlijk allemaal zo zegt, het wat mij te binnen schiet, of wat ik het gevoel dat ik eraan overhoud, is, ja, maar natuurlijk willen ze dat er een stigma rust op dit soort onderwerpen, of dat we dit niet meer serieus nemen, of dat de kennis van die natives eigenlijk verdwijnt. Of dat we dat met een korreltje zout nemen, omdat de wetenschap ons toch allemaal dit gebracht heeft. Want dat zijn vaak de argumenten die je hoort dan. Ja. Maar als je dus zegt, denk ik, ja, maar ja, dat doen ze natuurlijk hartstikke bewust. Proberen ze ons niet meer kennis te laten nemen van dit soort dingen.
Want hoe verder wij van dit verwijderd zijn, hoe minder doel wij in het leven hebben, hoe makkelijker wij dus ook meegaan met de narratieven die ons nu gevoed worden. Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook zo verwarrend. Want kijk, het zijn natuurlijk de Indianenverhalen. Die hebben mij ook geraakt vroeger. Hè? Ik beschrijf dat ook ergens, geloof ik, in mijn boek. Maar dat ik toen ik nog jong was, mijn kind dan zo verwant voelde met die Indianen. En ik kreeg toen een boek voor Sinterklaas. Ik was 11 of zo. Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier. Van Dee Brown. Met allemaal illustraties erin van Indianen enzovoort. En ik begon het allemaal zo te lezen. Voor zover je het kunt begrijpen als 11-jarig jochie. En ik kwam natuurlijk vrij snel achter dat die mensen, die volken, zich allemaal bezighouden met hun dromen, met het doen van ceremonies, met de kracht van de vier windrichtingen, met hun voorouders, allerlei dingen deden. Als een soort ingebed onderdeel van hun bestaan, waarin ze zich bezighielden met die ongeziene wereld. En ik weet nog dat ik toen dacht van, doen ze bij mijn gezin, doen ze het helemaal niet. Ze houden zich helemaal niet in me bezig. Ik bedoel, ze gaan één keer in de week naar de kerk. Nou, daar ging ik ook wel eens heen. En daar voelde ik helemaal niks gebeuren of zo. Dat was een soort van, ja, er wordt hier een soort, nou, ik wou zeggen komedie opgevoerd. Maar iets gebeurt waar ik dat gevoel wat ik lees en wat ik ervaar als ik met die boeken bezig ben, totaal niet voel. Dus ik denk, dus of die Indianen zijn gek of mijn familie is gek. Zo, nou, ik koos op een toch inderdaad voor het tweede. Maar daar kom ik dan uit voort, weet je. Dus ik ben zo van dingetje natuurlijk. Dus ik bedoel dat wel goed, maar uiteindelijk inderdaad ga je wel zien dat al die oorspronkelijke spirituele waarden die er zijn en die dus vanzelfsprekend zouden moeten zijn als mens hier op aarde, dat die geen rol spelen in het leven. En dat is een beetje voor aparte mensen, een beetje zo van die een beetje geromantiseerd verhaal. Van ja, die is een beetje overgevoelig, weet je. En die leeft in de fantasiewereld zo. Geeft die een lolly en laat ze even een tijdje. Maar wij houden ons bezig met wat hier werkelijk toe doet. En dat betekent veel in je kop zitten, je cognities uitpersen, een soort mentale bodybuilding trainen gedurende je hele schooltijd. Waardoor je, als je eenmaal op straat staat en het huis uit bent, eigenlijk totaal gebrainwashed, geconditioneerde dodo te zijn, die dan ook nog moet studeren, in veel gevallen dat gaat doen aan universiteiten die gesponsord worden door degene die eigenlijk de touwtjes in handen hebben, de multinationals en corporaties. En dan heb je eigenlijk, dan ben je inmiddels eind 20 of zo, dan heb je eigenlijk een heel groot deel van je levensenergie, van je natuurlijke nieuwsgierigheid, van je bevattingsvermogen, heb je opgesoupeerd gedurende een levensperiode waarin je eigenlijk in staat om heel veel informatie tot je te nemen. Je hebt het opgesoupeerd en dan ben je ongemerkt eigenlijk, word je gedropt hier op aarde en dan word je een soort verwacht een lucratieve positie te gaan innemen, want dat maakt je gelukkig en succesvol. Nou, dan gaan die mensen te komen beginnen. Ik heb dat zelf voor een deel ook gedaan. Om maar na zoveel decennia achter te komen van, god, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is hier aan de hand? De burn-out fase komt dan meestal. Hè? Dat die condities en die verwachtingspatronen, wat ook van huis uit gevoed wordt, omdat van huis uit er in het verleden van papa's en mama's, opa en oma's ook allerlei misère was, waardoor je moet goed je best doen enzovoort. En dan sta je daar eigenlijk en denk je, mijn god, joh, wat ben ik een hoop kwijtgeraakt, of ik voel me zo onheimisch. Ik heb eigenlijk alles in de fysieke vorm, maar de connectie met wie ik werkelijk ben, of met mijn voorouders, met de magie van het leven. Gewoon de magie van het leven. Dat ervaar ik helemaal niet meer. Dat is schering en inslag. En wat je zegt, ben ik met je eens, dat wordt wel bewust georganiseerd. Ja. Dat zijn natuurlijk krachten die gaan beyond comprehension, maar die krachten hebben er wel baat bij natuurlijk. Want misschien ga ik me straks vragen, wie zijn dan die krachten? Dat zien we zo wel. Maar die hebben er wel baat bij dat wij in die dissociatieve staat hier een beetje zo rondlopen en ons niet al te ingewikkelde vragen gaan stellen. Ja, nou, ik ga sowieso die vraag zo meteen stellen. Dus daar kan je even op voorbereiden nog. Maar wat ik wel mooi vond wat je zei is, en daar ben ik laatst ook wel vaker van nadenken, dat die hele burn-out fase bij zoveel mensen,
Dat eigenlijk gewoon voortkomt, naar mijn beleving in ieder geval, dat de matrix zoals die nu opgebouwd is zo onmenselijk is en zo ver van ons afstaat van wat we eigenlijk zijn, dat ja, bijna onvermijdelijk is dat je op een gegeven moment in zo'n periode terechtkomt waar je gewoon geen idee meer hebt wat je nou doet. Alleen dat wordt dan weer gepind op je hebt te hard gewerkt of neem dit medicijn of dat gebeurt waardoor dit. Maar ja, volgens mij komt het gewoon voort uit een zo ver van jezelf afstaan eigenlijk of zoveel het doel missen van jouw bestaan. Dat je gewoon instort. Ja, dat is zo. En die instorting heeft in die zin ook een voordeel. Want op het moment dat je niet voldoende signalen zou krijgen, dat je eigenlijk niet op je oorspronkelijke pad vertoeft, ja, dan kan je ongoing doorgaan natuurlijk. En dan ervaar je niet op een diepere laag een zielsontwikkeling door te maken. Want dat is volgens nog wel waar het over gaat. Hè? Ik bedoel, we worden allerlei ideeën over wat je hier moet doen opgelegd. Maar uiteindelijk is je spirit leading. Die bepaalt waar je gaat of staat. Iedereen die maakt bij aanvang van zijn aardse leven een afweging op zielsniveau, laten we maar noemen, over wat hij of zij wil gaan doen in dat bestaan. Wat hij wil meemaken. Maar dat wat hij wil meemaken staat veelal haaks op wat men hier geacht wordt te doen. Weet je? Dus als jij een leven lang bezig bent certificaten en oorkondes en diploma's te vergaren, is dat wel ongeveer het eerste wat die ziel niet interessant vindt aan het eind van het leven. Dan ga je ontdekken dat de behoefte al die dingen te vergaren in de basis voortkomt uit een behoefte erkenning van je vader te krijgen. Maar dat je vader dat nooit heeft gehad. Of je heeft je nooit gegeven. En als je dan naar die vader zelf gaat kijken en naar zijn jonge jaren, dan ga je bijvoorbeeld ontdekken dat oma, voordat je vader geboren werd, een kindje dood ter wereld heeft gebracht. Een meisje. Truusje, weet ik veel. Dat oma in die tijd in een community leefde, in een dorp, weet ik veel, waar iedereen elkaar kende. Een kindje baarde. Truusje. En Truusje gaat 3 dagen later gaat ze dood. Oma gelooft innerlijk daardoor dat ze niet goed genoeg is. Als zij in een gemeenschap leeft, wat meestal het geval is in die tijd, waar de kerk een belangrijke rol speelt, dan gaan ook mensen uit de omgeving oma zo'n beetje aankijken van, heb je al gehoord? Mevrouw Jansen, die, ja. En dan krijg je natuurlijk het straf van God verhaal natuurlijk. Dus dan gaat oma gaat intern zichzelf niet goed genoeg vinden. Die gaat, onder haar eigen vermogen gaat ze onzichtbaar zitten te zijn en blablabla. Bla, bla. Dus als zij daarna opnieuw zwanger wordt, dus van de vader van deze persoon die al die oorkondes najaagt, dan betekent het dat zij stiekem diep van binnen misschien wel weer een meisje had willen hebben om het gat op te vullen van dat eerdere verlies. Snap je? Maar dan wordt het niet een meisje, dan wordt het jongetje. Gerrit wordt het dan. Dat betekent dat oma de pijn van het verlies van Truusje op Gerrit gaat projecteren. Gerrit die gaat in een teleurstelling terechtkomen. Dat wordt meestal niet uitgesproken, maar het wordt geregistreerd op gevoelsmatig niveau natuurlijk. Dus wat gaat Gerrit doen om te kijken hoe die afwijzing eigenlijk van zijn moeder kan compenseren, die hij opgelopen heeft door het verlies van Truusje? Dat zijn allemaal zielenconnecties. Nou, Gerrit die gaat bovenmaats eigenlijk zijn best doen. Die gaat proberen om zijn moeder te laten zien wat hij allemaal niet waard is. Hè? En dat kan helemaal doorslaan in het uiteindelijk zelfs oorkonden zoeken en dit en dat en zus of zo. Of hij gaat zich helemaal adjusten, aanpassen aan wat zijn vader dan belangrijk vindt. Hè? Wees een vent en wees presteren en weet ik niet wat allemaal. Dat kan je dan een leven lang doen. Nou, en heel veel mensen die doen dat dan ook. Het is een beetje simplistisch gezegd, maar in de kern is het echt wel zo. Gaat het echt wel zo. Dan heb je al die oorkondes en die dingen, bla bla bla. Die kan ze op 1 stapel leggen. Zo, therapeutisch is dat een hele handige vraag. Hè? Als je nou al je oorkondes en al je certificaten en al je diploma's, als je nou allemaal op een hoop gooit, hè? Zo, wat betekenen die dingen van je, voor je? En wat komt er dan in je op? Nou, dan is het vrij snel van ja, ik wil eigenlijk van mijn vader horen dat ik goed ben. Mm. Ja. En als hij dat dan niet vertelt, dat is dan de volgende therapeutische vraag, ja, dan voel ik weer dat mijn moeder me eigenlijk niet wil hebben.
Zo dat. En waar zou dat mee te maken hebben? Ik heb geen idee. Nou, laten we eens gaan onderzoeken. Wat is er gebeurd? Nou, dan komt het verhaal van Truusje natuurlijk. En als je dan de pijn gaat doorlezen van Truusje, namens oma inmiddels, dan betekent dat dat hele veld gaat harmoniseren daarna. Het is onvoorstelbaar. Dat kan in een sessie van 2 uur kan dat gebeuren. En dan gaat dat hele veld harmoniseren. Dan voelt ineens zo'n kind een inklik te krijgen op zijn eigen vader, wetende wat er in het leven gebeurd is van oma en Truusje enzovoort. En dan gaat een soort energetische reset gaat er dan komen. En dan worden al die oorkondes en dingen enzovoort, en die worden eigenlijk gewoon, dat verdwijnt dan, het belang ervan verdwijnt. En wat mensen daarna gaan doen in het gunstigste geval is dat ze gaan doen wat ze werkelijk wilden doen. Ze houden zich met muziek bezig. Ze gaan, reizen, ze gaan iets opzetten, ze gaan, ik weet niet wat ze altijd al hadden willen doen. Zo bizar zit het. En dan hebben we hier dus, als je dat kort door de bocht wil duiden, de invloed van de katholieke kerk, die allerlei ideeën ingeplant hebben in de minds van de mensen, over hoe dat zit met hel en verdoemenis en die hele rotzooi. De discrepantie tussen hoe belangrijk het is om een jongen of een meisje te krijgen, alle voorwaardelijkheid, alle schietgebedjes en alle biechtmomenten, een hele rotzooi. Alles wat erin geprakt is, als het ware. En als je dan gaat onderzoeken wat daar voor krachten achter zit, nou, dan kom je op die vraag die je me nog gaat stellen. Maar dan kom je dus achter krachten die nou, bij wijze van spreken lachend, dit soort velden natuurlijk neerzetten. Mm-hmm. En zolang wij die samenhang niet gaan zien, we in feite een soort speelbal blijven van dat veld, van dat spel wat ze implementeren. Ja. Zo, ik heb het goed op uitgelegd. Nou, je hebt het prachtig uitgelegd. En ik vind ook, het emotioneert me ook gewoon bijna als je dat soort casussen bespreekt. Omdat je eigenlijk denkt van, ja, je voelt het zelf al bij jezelf. Maar omdat je ook eigenlijk denkt van, ja, het is zo makkelijk eigenlijk of zo, weet je. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk, maar de oplossing is zo duidelijk ergens. Waar je gewoon voor jezelf aan de slag moet om hier beter uit te komen. Dat je daarmee niet alleen jezelf hebt, maar ook het collectief. Ja, dat is goed dat je dat aanroert, weet je. Dat is ook wat mij, enerzijds verbijstert me, anderzijds maakt het me blij. Als ik zo'n verhaal hoor, om maar weer even bij het oorkondesverhaal te blijven, van iemand die daarin vastgelopen is, dan kan het zijn dat de hulpvraag van zo iemand is van, ik heb een slechte binding met mannen. Ik heb al 3 keer ben ik getrouwd geweest en ik loop altijd tegen mannen op. En het is altijd moeilijk en bla 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 bla. Dus dan ga je bijvoorbeeld uitvinden van, als ik met een man ben, dan heb ik steeds het gevoel dat ik aan iets moet voldoen. Zo, dat kan je dan weer aan die vader relateren, want daar wordt het zich in feite gevormd. En op het moment dat het zich aan vader relateert, dan ga je kijken wat daar gebeurt. Komen verhalen uit bij Truusje en bla bla bla. Zo. Dat kan allemaal in 2 uur tijd gebeuren. Alleen, je moet wel weten welke richting je de vragen moet opsturen. Je moet dan bij Truusje uitkomen in dit geval. Mm-hmm. En je moet uitkomen bij de overtuiging die oma in die tijd had, toen Truusje doodging, over zichzelf. Als je eruit komt, dan hoeft iemand eigenlijk maar heel weinig meer te snappen of te begrijpen om een gigantische omwenteling te maken. En dat vind ik echt mega hoopvol. Mm-hmm. Het is gewoon, het bewustzijn pakt het direct. Het enige wat ik heb te doen is de vragen de juiste kant op te zetten. Ja. Waardoor ze zelf voelen van, oh fuck, daar is het gebeurd dus. Nu begrijp ik het. Nu kan ik ineens mijn pa voelen, zeg. Nou begrijp ik ineens, terwijl die pa bij wijze van spreken al dood is, dat kan al zelfs, nou begrijp ik ineens waarom mijn vader het nooit goed genoeg vond. Mm-hmm. Omdat het bij zijn moeder. En die moeder, voilà, zo. Ja. Dus dat is waanzinnig hoopvol. Dus dat niet ellenlange trajecten hoeven te zijn van meditatietechnieken en gradaties behalen en voorwaarden en stappenplannen en al dat geouwe hoe meer. Het is allemaal helemaal niet nodig. Je moet gewoon kijken waar is het scheef gegroeid in de generaties. En dat doen niet veel mensen. Nee, maar waar we het net ook al over hadden, en dat is dan weer het eerste wat mij nu naar boven komt, is dat voordat je bij het punt uitkomt dat je dit wil aanpakken, je of zeg maar zo vast moet zijn gelopen dat je geen keuze meer hebt. Of dat je toch wel ergens een bepaald bewustzijn moet hebben dat dit heel belangrijk is om dit op deze manier aan te pakken. En dat is denk ik, want de oplossing is dan heel erg makkelijk, maar we moeten er wel naartoe willen om naar die oplossing te gaan, zeg maar. Ja, maar nogmaals, weet je, ik heb zoveel voorbeelden. Voor mensen is het ook zo een verademing dat dit soort feitelijk simplistische verbanden
Ze zijn simplistisch en ze zijn logisch. Dat is altijd met het bewustzijn. Als je dieper werkt, waardoor die denktank even rustig aan mag doen, dat de oplossing altijd in zo'n logische, eenvoudig begrijpelijke wereld zich bevindt, dat mensen ook voelen van ja, pff, logisch zeg, zo weet je, snap je? Dus dan is het helemaal, dan kan je het ook meteen ontdoen van al die zweefinterpretaties en al dat gedoe meer. Omdat ze voelen van ja, zo simpel en zo logisch. Dus het is meestal dat ik hoor vind dat ik daar nou zelf nooit bij stilgestaan heb, is bijzonder. Mm. Dus het is kijk, en op het moment dat iemand ervaart dat hij zich beter in zijn vel voelt, omdat hij is gaan begrijpen wat de impact is van het overlijden van Truusje bij zijn eigen oma, en die zegt het tegen zijn partner, of zijn zus, of zijn vriend, of wat ook, dan vinden die het ook allemaal vrij normaal. Dus die hebben zoiets van, jeetje, ik heb er nooit bij stilgestaan, maar misschien heeft het gebeuren van de doodgeschoten broer van mijn oma dan ook wel impact op mij. Laten we eens kijken wat daar zit. Dan creëer je een soort ripple effect. Precies, dat. Ja. En dat is wat ik ontzettend hoop natuurlijk te doen met dat boek. Daar staan heel veel verhalen in. En dat olievlekt natuurlijk, en dat bewijst het nu al. Ja. Nou ja, ja, en door de verscheidenheid van de verhalen denk ik ook dat veel mensen kan inspireren en ook raken op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk eraan. We hadden net een mooie brug te pakken, maar die is weg. Maar ik ga hem er gewoon weer terug in gooien. Nog een keer. Nog een keer. Wat ik heel interessant vind ook is dat jij door eigenlijk je, nou ja, door het spreken van al die mensen en al het werk wat je hebt gedaan, dus ook op een gegeven moment op het pad bent gekomen van het onderzoeken wat daar nou achter zit. Want ik bedoel, ik wil het niet te veel voor je invullen, maar volgens mij kwam je op een gegeven moment achter van, hey, nou, al die trauma's, ja, daar zit een verband tussen. En daar zit dan ook iets anders achter. Zeg ik dat goed zo? Is dat je trigger geweest om, om op die manier ermee aan de slag te gaan? Nou ja, kijk, de oorspronkelijke trigger is natuurlijk het overlijden van mijn vader geweest. Mm. Kinderlijkerwijs ben ik mijn pa gaan zoeken. Ik heb hem letterlijk niet teruggevonden. Maar wat ik teruggevonden heb, is wat ik nu doe. Dus dat is gewoon, en iedereen, volgens mij, heeft een aanleiding nodig. Dus een trigger, een situatie in zijn leven die zodanig indrukwekkend is, die zodanig indringend is, dat daar een zoektocht door wordt ingezet. Dus als een huisarts, nou laat ik zo zeggen, als een kind thuis te maken heeft met een moeder die constant ziek, zwak of misselijk is, constant pijn heeft, constant behoevend is, constant fysiek iets aan de hand is, dan kan dat voor een kind een aanleiding zijn om huisarts te willen worden, omdat hij wil snappen hoe hij zijn moeder het beste kan helpen. Dus iedereen, ik generaliseer niet graag, dus volgens mij heeft iedereen die werkelijk een doel zet in zijn leven, werkelijk zijn zielenpad soort volgt, een triggermoment nodig. En dat, voor mij is deze aanleiding geweest. Niet om per se die donkere krachten enzovoort te willen gaan onderzoeken. Maar het is wel zo dat ik gaandeweg natuurlijk ben gaan zien dat de aanleiding, de oorsprong van zoveel van die klachten en die pijnen en al die dingen, dus inderdaad voortkomen uit bewust georganiseerde, geplande catastrofes die onder de mensheid worden geïmplementeerd. Dat ben ik gaan zien. En dat bevestigt zich keer op keer. Dat mensen daardoor gevangen raken in specifieke thematieken. De ene die krijgt te maken met daderschap, en de ander krijgt te maken met slachtofferschap. In allerlei vormen en maten. Dus dat schiet aan alle kanten op. Maar het betekent dat heel veel mensen meegezogen worden in het veld wat voortkomt uit dat bewust georganiseerde trauma. En dat is wel belangrijk natuurlijk om te noemen, want we spreken dan over trauma's. Ik zeg altijd gekscherend van dat woord, dat gebruik ik vaak als ik dingen vertel. Maar synonieme.nl vindt geen alternatief voor dat woord, dus dan moet ik het steeds opnieuw blijven gebruiken, weet je. Dus ik weet ook niet, het zijn gewoon, het zijn indringende gebeurtenissen. Maar wat kenmerkend is voor zo'n traumasituatie is dat een mens die dat meemaakt, dissocieert. Dat is wezenlijk interessant of belangrijk om te noemen. En wat is nou dissociatie? Dissociatie betekent dan eigenlijk dat je ziel of je zielsenergie, het onstoffelijk deel van jezelf, zich losmaakt van die fysieke realiteit waarin dat trauma zich afspeelt.
Dus dat loslaat of losmaakstuk is een overlevingsstrategie. Dat is de bedoeling is van het losmaken, los van dissociëren, is dat je de shit die zich daar afspeelt, de pijn, de keiharde confrontatie die er is, dat je die niet in volle omvang hoeft mee te maken. Daar draait het om. Maar het is de bedoeling, dus soms is het ook handig natuurlijk dat te doen. Het gaat erom dat je dan naderhand weer terugkomt in je oorspronkelijk systeem, in je jasje, zeg maar, in je lichaam, terug incarneert in feite. Maar wat heel veel mensen doen, is dat zij daarna chronisch in zo'n dissociatieve toestand blijven hangen. Dus dan houdt het lichaam die een drama meemaakt, een soort vol de ellende van die situatie te overleven. De zielsenergie die gaat daar een soort van aanhangen. En als dat een chronisch karakter krijgt, naderhand, dan betekent het dus dat de energie, de levensenergie van iemand niet meer goed in dat lijf zit. En op het moment dat dat het geval is, dan betekent dat de levenskracht die dan nog door zo iemand heen gaat, een bepaalde frequentie aanneemt die fragile is. Die is heel kwetsbaar. Dus die frequentie houdt niet in dat je vol ervaart in je lijf te zijn. Mm. En op het moment dat dat dus fragiel is, ik zoek eigenlijk een ander woord, dat het er niet vol in zit, zullen we maar zeggen, dan betekent het dat die personen heel ontvankelijk zijn voor energieën van buitenaf. Niet eigen energie. In vaktermen noemen we dat nee-energie. Nee-punt, E-punt, E-punt. Niet eigen energie. Dus dat betekent dat omgevingsinvloeden makkelijker binnen kunnen komen, vooral daar waar jij zelf niet meer goed verbonden bent met je lijf. Nou, dat begint, dat kun je begrijpen op het moment dat iemand iets dramatisch meemaakt in de vorm van misbruik of een ongeluk of iets schokkends met geweld of agressie of weet ik niet wat allemaal. Maar op het moment dat jij als kind vanaf de jonge jaren, peuterfase, al geleerd wordt te veel in je cognities te moeten zitten. Dat is dus in je paasei. In je hoofd te nadenken, na te denken, dan ben je eigenlijk ook al bezig je levensenergie naar boven te brengen, een overontwikkeling hierdoor te maken, die het gevolg heeft dat de rest van die levensenergie niet meer voldoende in je leven, in je lijf zit. Waardoor alle organen niet voldoende door, dit is niet door bloed, dat heeft wel een gevolg natuurlijk, maar alle organen niet voldoende doorweven zijn met de oorspronkelijke levensenergie. Nou kijk, als je te veel in je hoofd zit, ben je, en je kan niet meer goed vanuit je hart voelen wat er eigenlijk gebeurt, dan ben je veel makkelijker beïnvloedbaar, indoctrineerbaar, door wat er allemaal beweerd en gezegd wordt. En aangezien de filters dan niet goed meer werken over, is dat nou waar? Past dit nou mij? Heb ik hier nu wat aan? Klopt dit wel? Kun je eigenlijk subliminaal, van jongs af aan, allemaal informatie in je kop gaan krijgen die jouw wereldbeeld gaandeweg gaan vormen, zonder dat je er kritisch meer naar kijkt. Er een soort paradigma ontstaat, een idee over hoe de boel in elkaar zit, want het is je verteld door je vader, door je oom, door de, hoe heet dat, door de leraar op school en bla bla bla. Dat bevestigt je iedere keer en dan kom je in een gedachtensysteem waar niks meer doorheen waait eigenlijk. Er zit geen kritische wind meer, gaat er doorheen. En dat is ook dus het gevolg van dissociatie, van een shock creëren. Mm-hmm. En de behoefte van de ziel eigenlijk, de ziel die in je systeem zit, uiteindelijk is constant om weer in een harmonieuze situatie te komen. Dat je weer voelt dat je verbonden bent met het hele gebeuren. Dus je ziel, die zal gaan zorgen, die gaat jou aansturen. Die gaat jou aansturen en die gaat ervoor zorgen dat jij steeds in omstandigheden komt, waardoor jij herinnerd wordt aan waar het misging. En dan is het de bedoeling dat er een situatie ontstaat waardoor je eigenlijk gewoon pas wakker wordt en denkt van fuck, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En dat zijn altijd omstandigheden, of meestal,
die we aanvankelijk niet als prettig ervaren, omdat ze gaan je uit je comfortzone halen. En je comfortzone is gewoon omdat je paradigma dan niet meer klopt. Oh ja, die klopt dan. Zolang die klopt, is dat een soort comfortabel. Maar op het moment dat er iets gebeurt waardoor je eruit valt, ja, dan heb je die referenties niet meer die je altijd had. En dan vinden mensen wat van je. En dan ben je zwak, wat ben je of zo. Maar juist daar kun je weer de oorspronkelijke verbinding gaan maken met de levenskracht die je kwijt bent geraakt. Mm-hmm. Klinkt eigenlijk heel erg ook als het moment dat je erachter komt dat je voor de gek wordt gehouden over het hele corona gebeuren. Precies. Bijvoorbeeld. Ja. Ah. En oké, maar nu heb je dit gedeelte uitgelegd. Maar dan ben ik nog steeds wel heel erg benieuwd. Wat dus jouw onderzoek, hè, dat heeft dit naar buiten gebracht. Maar wat jij dan hebt gezien, wat de krachten zijn hierachter. Die dit creëren voor ons. Die dan die traumatische gebeurtenissen ook neerzetten. Waardoor we ook makkelijker bestuurbaar zijn. Want daar heb je ook wel een visie over, geloof ik, ontwikkeld. Ja, kijk, dus ik zou het... je hebt mijn geliefde vriend Marcel Messing ook aan tafel gehad. Die verwijst onder andere naar de Nag Hammadi-geschriften. En zo zijn er heel veel geschriften die verhalen over, laten we zeggen, argontische krachten en alle andere benamingen die aan diezelfde fenomenen genoemd worden. Dus wezenlijk belangrijk om daar rekenschap mee te houden. Maar wat ik in mijn werk tegenkom en wat misschien ook nog wat dichter bij huis is en daardoor wat meer behapbaar om te begrijpen, is het volgende. Wanneer jij in de Tweede Wereldoorlog een opa had, opa Guus, weet ik veel, die zich in die tijd genoodzaakt voelde om wat voor redenen dan ook zich bij de NSB aan te sluiten. Aanvankelijk meestal omdat hij daarmee hoopte zijn gezin te kunnen saven, te kunnen redden. En opa Guus, die wordt natuurlijk in een systeem gezogen die uiteindelijk vereist dat hij dingen doet die zijn geweten aantasten. Dat hij namen moet aangeven. Dat hij misschien zelf iemand om zeep moet brengen. Dat hij, nou, enzovoort. Die opa Guus, die komt van kwaad tot erger. Dus die komt in een afstemming waarin die feitelijk chronisch van zichzelf afgesplitst is. Hij kan niet meer verbinding maken met zijn oorspronkelijk zijn, omdat hij zich verbindt en ook vereenzelvigt met kwaadaardigheid, zeg maar. Nou, niet zeg maar, gewoon kwaadaardigheid. Dat betekent dat opa Guus, zeker als zijn rol ontdekt wordt door de familieleden en de omgeving, te boeken komt als een kwaadaardige man. Die was slecht, die was fout. Hij zoop te veel, hij had losse handen. Hij was onvoorspelbaar, onveilig. Misschien heeft hij al mensen vermoord, bla, 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 bla. Zo. Als opa Guus een keer komt te overlijden, dat gaat natuurlijk gebeuren, meestal als gevolg van een aandoening die de onverteerbaarheid van zijn handelen tot gevolg heeft. Of hij maakt er zelf een eind aan. Of hij komt in een leefpatroon terecht waarin hij zichzelf kapot maakt. Hoe dan ook. Als opa Guus doodgaat, fysiek weliswaar, terwijl er nog zoveel onbegrip is over wat hem ooit beroerde die rol in te nemen, terwijl die door zijn family tree gezien wordt als de meest zwarte schaap die je me kan bedenken, als een totale foute, slechte man. En hij blijft als zodanig ook uitgesloten. Dit bedoel ik uitgesloten buiten de family tree. Dus je wordt buiten eigenlijk de schepping geplaatst. Hij innerlijk ook het gevoel heeft, ik ben de slechtste man die er bestaat. Ik ben onvoorspelbaar. Ik verdien niet te leven. Mij komt geen bestaansrecht toe. Dan betekent het dat deze spirit van opa Guus zich als een soort duistere, zwarte, kwaadaardig-achtige entiteit kan gaan manifesteren. Dat wordt voor veel mensen ook als zodanig bezien. Hè? Die zien soms zeggen ze, het is een demon, hè? Een demon, weet je wel. Maar het gaat er gewoon om, op het moment dat het dan als het een betiteling krijgt van een demon, of weet ik wat ze ervan maken, in alle gevallen dat het belangrijk is te begrijpen, te ontdekken wat opa Guus in die tijd onder die omstandigheden heeft bewogen om daar terecht te komen. Hij zal de pijn moeten doorleven van
de mensen die onder zijn verantwoordelijkheid direct of indirect gestorven zijn. En op het moment dat dat allemaal gebeurt, dan betekent dat er begrip gaat komen voor opa Guus op een diepe laag. Dus dan ga je ook als nageslacht uit je veroordeling. Dan gaat er begrip komen. En op het moment dat er begrip komt, dan is de zwartgallige. Want de inwerking van dit soort overleden voorouders is pittig en kwaadaardig en ziekmakend letterlijk. Zet echt heel veel nare dingen aan. Maar op het moment dat dat duidelijk wordt, dat transformeert eigenlijk de energie van opa Guus. Transformeert. En dat betekent dat daarna pas de hele familiesysteem een andere frequentie kan gaan toelaten. En dan is het interessant te vragen het volgende. Kijk, als jij in je familie een opa Guus hebt zitten, dan betekent het voor de cliënten die ik in mijn praktijk heb, dat die persoon incarneert in een familie waar opa Guus al zijn klussen geklaard heeft, zijn dingen gedaan heeft. Maar de ziel die kiest bewust voor die incarnatie. Dus die kiest vanuit die zielenafstemming voor een familiesysteem waar een poppetje rondloopt in de vorm van opa Guus die zich ongelooflijk misdragen heeft en al die dingen heeft gedaan. Het kan best zijn dat die ziel besluit in dat familiesysteem terecht te willen komen, omdat die energie van opa Guus hem confronteert met een eerder leven die hij zelf gehad heeft, waarin hij vergelijkbare fratsen uithaalde. Mm. En dan, kijk, ik kan het hier alleen maar uitleggen. Hè? Je kan het uitleggen, dan kunnen we het begrijpelijk maken vanuit onze cognities. Maar wat ik hier vertel is niet een theorie. Dit is het gevolg van de juiste vragen stellen. Als je mensen in therapie hebt, die gaan die verbanden ineens leggen. He, ga eens terug naar een vorig leven. Dus dat kan een instructie zijn. Waarin je voelt in een vergelijkbare frequentie zoals opa Guus te hebben uitgehangen. Nou, weet ik veel. Die komt misschien in de Eerste Wereldoorlog of bij de Napoleontijd. En die hield zich ook met al die dingen bezig. Ja, dus wat is dan de logica vanuit je ziel om te incarneren in 1970 of zo, bij iemand waar opa Guus rondhangt? Nou, dat is eigenlijk omdat ik de energie van mezelf, die ik hier niet van mezelf kon accepteren, waar ik mezelf op veroordeeld heb, om die eigenlijk met de spiegel van opa Guus weer in mezelf geactiveerd te krijgen. Dus eigenlijk is het dankzij opa Guus dat hij jou de gelegenheid geeft om aan jezelf te helen. Ja, ja, daar komt het dan op neer. En dan krijg je een hele andere betekenis, zeg maar. De laag van die argonten, dat gaat daaraan vooraf. Dat in mijn beleving zijn die krachten en die inwerking, en dat zijn krachten die speelvelden organiseren. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn, via allerlei beïnvloeding enzovoort, om de sentimenten van het volk zodanig te bespelen dat er tweedeling komt. En als er tweedeling komt, dan ontaardt dat altijd in oorlogachtige taferelen. En dat betekent dat er heel veel poppetjes, mensjes, reïncarnerende wezentjes, min of meer gedwongen worden een keuze te maken. En een keuze kan ook zijn van, ik ga hem doodschieten. Want als ik hem doodschiet, heb ik zelf weer te vreten. En dan heeft het een weer echt gevolg en dat heeft een gevolg en bla bla bla. Maar dan zijn we feitelijk in dat hele dader-slachtofferveld allemaal slachtoffer van de inwerking van dat hele grote, diepe, donkere, duistere, argontisch-achtige gebeuren. En in mijn beleving is het belangrijk dat we dat gaan ontdekken. Nou, ik vind het heel mooi dat je het zo zegt. Omdat dit is ook wel een beetje het proces waarin ik mezelf nu begeef. En wat ook een beetje teruggekomen is in de podcast met Tijn van een paar weken geleden. Is dat je het duister of hetgeen wat er gebeurt, bijvoorbeeld nu ook, dat je daar begrip voor kunt opbrengen. En misschien zelfs uiteindelijk wel dankbaarheid, omdat het jou uiteindelijk op het pad brengt van het hele van jezelf. En uiteindelijk daarmee dus ook een betere wereld voor jezelf. En wat ik net ook al zei, voor het collectief. En dat voelt bijna een soort van, ja, hoe kan je daar nou begrip voor opbrengen voor al die dingen die er zijn gebeurd? Maar je ziet dus, als je het in zo'n perspectief gaat zien, hoe belangrijk dat is om dat wel te doen. Mm-hmm. Niet alleen voor jezelf, maar voor gewoon echt om de wereld beter te maken. En ja, het is bijna een soort van de essentie voor mijn gevoel of zo. Ja, het is het is natuurlijk allemaal makkelijker uitgesproken dan gedaan. Maar het maakt niet uit. Er zijn dus mogelijkheden om daarmee bezig te zijn. Maar weet je, kijk, als jij heden ten dagen een pesthekel hebt aan een bepaalde politicus,
die zullen er ongetwijfeld zijn, dan is het belangrijk om even te beseffen dat je die pesthekel alleen maar kan hebben omdat je al een ongelooflijke klote relatie moet hebben met iemand uit je eigen familiesysteem. Je kunt niet aan iemand een hekel hebben die buiten je bestaat, hoe aantrekkelijk het soms ook is, moet ik zelf ook toegeven, terwijl je geen referentie hebt aan iets in jezelf. En dat is het grote verschil. Dus op het moment dat wij projectief blijven, de meeste mensen zijn hartstikke projectief, die wijzen daar zo, dat één vinger naar die is, drie naar jezelf. Zeggen ja, daar lopen de daders en daar lopen de veroorzakers. Maar zolang je dat doet, kom je niet aan je eigen reflectie toe. En dat is in mijn beleving ook juist de essentie van de transitie die we maken van wat dan naar het vissen, naar het waterman tijdperk genoemd wordt, of de derde naar de vierde dimensie. Dat we in die vierde dimensie gaan wennen, gaan realiseren dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde schepping, dat we allemaal spiegels van elkaar zijn, en dat het dus eigenlijk helemaal geen doel meer dient om jou dood te schieten op het moment dat ik denk dat ik van jou last heb, omdat je van binnen voelt van ja, als ik hem doodschiet, dan schiet ik eigenlijk iets van mezelf dood. Dus dat besef is aan het binnendruppelen. Het moeilijke is alleen dat op het moment dat je dat besef moet toelaten, dat de reflectie die dat tot gevolg heeft ook natuurlijk jou met allerlei innerlijke, veroorzakers gaat confronteren. Dan moet je naar je eigen schaduwkant. Nou, daar komt het in feite op neer. En daardoor is het in mijn beleving voor veel mensen al heel aantrekkelijk om vast in die vijfde dimensie te zijn. Zodat je dat hele veld van die reflectie niet meer heeft zo hoeft door te maken. Hè? Veel mensen die vliegen er het liefst met allerlei meditatietechnieken en bergkristallen en zo. Vliegen ze vast in die vijfde dimensie. Dan kunnen ze dat hoofdstuk overslaan. Maar dat hoofdstuk kan je nooit overslaan. Want we zijn allemaal elkaar spiegels. En ik ben ook niet een lievertje geweest in al die levens. Het liefst wel, maar ik heb inmiddels ook ontdekt dat het ook voor mij niet gold. En dat zal je allemaal moeten gaan tegenkomen. Ja. En op het moment dat je dat tegenkomt, en die processen die ken ik, die zie ik heel vaak in de praktijk. Ik heb zelf ook het nodige meegemaakt. Ik ben nog steeds niet een zen-boeddhist trouwens, dus ik ben ook nog steeds proefondervindelijk aan het wijs worden. Maar dan merk je wel dat je steeds meer een bepaalde basis gaat innemen. Je gaat verbinden met je eigen voorouders. En ja, wat ik al eerder heb gezegd, het gevolg is gewoon dat je veel minder ontvankelijk bent voor al dat gouden hoer wat over ons heen uitgestrooid wordt. Omdat je veel meer vanuit een bepaalde waarheid gaat waarnemen en gaat handelen. Dat vind ik prachtig mooi. Ja, je stipt hier ook wel een belangrijk onderwerp aan in mijn ogen. Is dat inderdaad, zeker in de spirituele hoek, veel mensen tegenwoordig zeggen, ga mediteren, hoger trillen. En dan komen we uiteindelijk allemaal wel op naar die vijfde dimensie. Ja. Maar daarmee compleet voorbij gaan aan het schaduwwerk wat daar aan vooraf zou moeten gaan. Ja, nou, precies. Ik ben blij dat je het eruit haalt. Ik heb de laatste keer een lezing gegeven en dat heet verlaag je trilling. Dat is echt zo. Dat heet verlaag je trilling. Ja, inderdaad. Als je het spelletje gaat doorkrijgen, nou het spelletje, ik bedoel gewoon het systeem van reïncarnatie, dan is het dus inderdaad zo dat je ontdekt dat je in veel levens allemaal rollen gespeeld hebt. In allerlei vormen en maten. Zowel als man of als vrouw. Dus als vrouw ben je de koningin geweest en je bent het boerinnetje geweest en de prostituee en je bent de non geweest. Overigens volgen die elkaar vaak op. En als man ben je ook de koning en de slaaf en de weet ik niet wat geweest. Het is een beetje archetypisch, maar zo zit het wel in elkaar. En al die rollen, die spelen we dan, die ervaren we dan om het mensenleven in al zijn facetten te leren kennen. En als het gaat over die laten we zeggen schaduwkanten, ja, dan is het zo dat bepaalde. Kijk, als jij een leven hebt geleefd als prostituee, omdat dat je van de straat hield en omdat dat je kind hielp het eten te geven of wat ook, dan kan je dermate pesthekel aan mannen krijgen en vooral aan hun geslachtsorgaan, dat er een nieuw leven volgt waarin je er eentje vindt en dat je de pik eraf hakt. En dan ben je een dader, want hij bloedt daarna dood. Zo concreet is het simpelweg. Ja. En dan houdt het ene heeft het andere in de hand. Dus dat is oorzaak-gevolg. Het punt is alleen dat de extreme uitspattingen van dit soort verhalen beïnvloed worden door die krachten die het allemaal zo diep uitspelen en die het heel erg in een verdrukking zetten. Er is een woord voor als je energie heel veel comprimeert eigenlijk. Ja? Als je heel veel
energie comprimeert, wat nu ook gebeurt trouwens met 5G en al die andere dingen, dan betekent dat je als mens veel eerder geneigd bent uit te spatten en dingen te doen die je normaal gesproken niet zo snel zou doen. En als dat op een langere termijn gebeurt door al die levens mee te maken, dan ga je zien dat je steeds van de een naar de andere gaat. En al die poppetjes, als ik 1000 levens geleefd zou hebben, dan zitten al die poppetjes in mij. 1000 deelpersoontjes. Die zitten allemaal, die wonen in mij. De meeste zijn geïntegreerd. Dat wil zeggen dat je ze doorleefd hebt. Dat je de essenties van het bestaan van al die mensen in die tijd min of meer begrepen hebt. Maar er zijn er altijd een aantal die je niet accepteert van jezelf. Dat heb je nog geïsoleerd. Dat kan je niet, toestaan. Die heb je het bestaansrecht ontnomen. Maar de ziel accepteert geen uitsluitsels, zeg ik altijd. Dus die gaat altijd zorgen dat ook die poppetjes weer onder de aandacht gebracht worden, waardoor je de pijn hebt te doorleven. En vaak valt het mee. Het is meer de weg ernaartoe die lastig is. Die heb je dat te doorleven, waardoor ze ook weer deel uit kunnen maken van het geheel. Nou, dat is volgens mij de bedoeling van de dimensie waarin we nu een beetje naartoe aan het gaan zijn. Dat we compleet worden en heel zijn. Dan heb je ook helemaal niet veel sessies nodig. Want op het moment dat je beseft dat dit het fundament is van ons bestaan, dan kan je heel snel veel integreren, heel snel transformaties doormaken, waardoor we ons leviteren als persoon, de basisfrequentie een hele andere trilling kent, en dan gaan we gewoon op het leven op een hele andere manier gaan we meemaken. Mm-hmm. Maar het verlaagje trilling, waar we het net over hadden, is soms nodig om te doen, om bij die poppetjes aan te komen, die personen die het ooit te bont hebben gemaakt. Mm-hmm. Of die nog heel erg geïsoleerd zijn geraakt, of die nog heel erg, laten we zeggen, letterlijk of figuurlijk in een soort kerkertje zitten. En op het moment dat je een spiritueel symptoom gaat bestrijden, en je probeert die frequentie zoveel mogelijk op te schroeven, ja, dan weet je natuurlijk wat er gebeurt ten aanzien van de opgesloten dingetjes. Mm-hmm. Die moeten steeds meer aandacht gaan trekken voordat je helemaal uitfriekt in zoveelste graad meditatiemaniak. Mm-hmm. En dat is wat ik constant zie. Dus verlaag je trilling is best wel handig soms. Ja, maar het is ook volgens mij, op het moment dat je pijn en dat soort trauma's en zo anders gaat benaderen, dan scheelt dat ook al een hoop. En als je het precies gaat zien als iets wat jou kan helpen op de lange termijn, maakt het niet per se minder pijnlijk op de korte termijn. Maar de hele benadering ervan is wel compleet anders. En dat geeft het wel meer plek of zo. Ja. Ja, maar dat is leuk, want als ik in groepen werk, dat gebeurt veel. Dan werk je met groepen, met therapeuten, mensen die willen leren en wat ook. En dan komen dit soort verhalen, die komen ter sprake. Hè? Zoals koks over hun producten praten. En dan wordt het veel toegankelijker. En dan zeg je gewoon een knipoogje en zeg je, dat heb je ook meegemaakt. Ja, lekker handig, weet je. Ik bedoel, dan wordt het toegankelijker. En dat gaat om die toegankelijkheid. Mm-hmm. Het gaat erom dat het weer accessible wordt. En als dat gebeurt, weet je, de Indianen zeggen één stap naar Great Spirit en hij zet de 100 terug. Weet je, dus dat is ook wat daar gebeurt. Het hoeft allemaal, voor veel mensen lijkt gewoon het doorleven van iets heel zwaars, alsof je door een betonnen muur heen moet, weet je. Maar op het moment dat je er helemaal voor staat en je doet het, dan blijkt het karton te zijn. Dus dan valt het wel mee. Dan zou het gewoon deel uit moeten maken van ons leven, zoals we dansen en vrijen en eten en drinken en avontuur hebben, om eens in de zoveel tijd met een aantal like-minded mensen ook deze zaak eens onder de loep te nemen. Er kan er heel veel in, kan ik iedereen gewoon vanuit de grond van mijn hart zeggen, kan er heel veel in een betrekkelijke korte tijd transformeren met een traan, maar echt ook met een lach. Dus dan wordt het gewoon een mooi, bewerkbaar gebied. Maar het allemaal niet doen, hiervan afhouden, alles wetenschappelijk, rationeel verklaarbaar moeten hebben, bla 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 bla. Dat is een energiestroom die ervoor zorgt dat dit hele veld eigenlijk gewoon constant aanklopt van, hé, wij dan, zou dat. Dus dat is een hoopvolle boodschap wat mij betreft. Zeker. Mooie boodschap. Ik wil er toch nog even iets hebben over iets minder moois. Namelijk een terugkerend thema, ook in jouw in je boek en je bevindingen, denk ik. En ook een heel belangrijk thema om te bespreken. En dat is de rol van de kerk in dit alles. En wat zij hebben eigenlijk voor de generaties voor ons gedaan hebben. En, want waar ik zelf tegen, wat ik meemaak nu zelf, is dat veel aardig wat mensen die mij volgen, die refereren naar godsdiensten en naar de kerk
als zijnde, dit is de oplossing voor waar we nu in zitten. Maar voor mij voelt dat niet zo. Ik kreeg een beetje, juist een aversie, voel ik een beetje erop zitten. Omdat, ja, het hele schuldaspect daaraan niet helemaal lekker voelt. Mm-hmm. En dat is, als ik jouw werk lees, ook wel een volgens mij een groot onderdeel van juist weer de trauma's die zijn, die zich nu weer aandienen, zeg maar, in onze huidige tijd, niet? Ja, kijk, ook dat was natuurlijk een fikse ontdekking voor mij, hoe diepgaand de invloed van de kerk in menselijke systemen terecht is gekomen. En dat je wel door wat laagjes heen moet om te gaan zien dat daar echt een kwaadaardigheid achter schuilt. Omdat, in mijn vertaling, ieder mens hier op aarde een spirituele basis heeft, sowieso, en daardoor dus ook spirituele voeding nodig heeft. Het is normaal, dat gaat via ons pijnappelkliertje, het is normaal dat je via je pijnappelklier met name, die de serotonine, melatonine aanmaken, regelt, dat je zeg maar in een dag- en nachtritme, mannelijk, vrouw, in een uitslag van je hart enzovoort, dat je je bewust bent in een basisfrequentie van je spirituele herkomst terwijl je een aards leven leeft. Dat is normaal, dat is oorspronkelijke spiritualiteitsbeleving. Maar goed, dan gaan we weer op het moment dat er dus krachten en machten zijn die hier hun eigen artificieel intelligente variant van de schepping op willen leggen. Daar zijn ze mee bezig, dat proberen ze. Dan is het superbelangrijk dat er dus een wak gecreëerd wordt tussen wat spiritualiteit werkelijk inhoudt en het aardse leven. Dus dan wordt er een versie ingebracht die de indruk moet wekken dat het om spiritualiteit gaat, terwijl het een indoctrinatiesysteem is. En dat heet religie. Dat is altijd herkenbaar aan dat er voorwaarden aan zitten. Een religie, de meeste, hebben voorwaarden. Spiritualiteit kent geen voorwaarden. Dat is alleen maar liefde en begrip. Het kan wel confronterend zijn, maar wat er confronterend is aan spiritualiteit, is dat je jezelf gaat zien, ook op punten wat ik net over had, die soms wat lastig zijn. Alleen maar met de bedoeling om transformatie door te maken. Nou, grofweg zou je kunnen zeggen dat je voor onze natuurlijke manier spiritualiteit te ervaren, terwijl we een aards leven leven, dat daar een religieus instituut zich tussen onze werkelijke spirit en onszelf heeft ingeplaatst. En de wetenschap, in grote lijnen, die zorgt ervoor dat wij een bepaalde logica ontwikkelen in ons hoofd, die absoluut niet aansluit bij wie wij werkelijk zijn. Dus dat zijn twee instituten, ze werken ook samen. Hè? De paus vindt het ook belangrijk dat je je laat inprikken tegenwoordig. Dus die werken samen, die twee systemen. Maar dat is natuurlijk iets wat zich in de loop van de eeuwen heeft opgebouwd door diezelfde soort krachten. Nou, kijk, op het moment dat ik al praat over reïncarnatie en de spiritualiteit en bla bla bla, dan zie je heel veel mensen kijken, ja, maar dat is een geloofssysteem. Jij gelooft dat toch, dat dat waar is? Dus die zitten eigenlijk vanuit hun voorprogrammering, meestal met een kerkelijke achtergrond, hun vooropgestelde ideeën al te plakken als ik iets wil inbrengen waar ze helemaal geen kennis van hebben. En waar ze geen ervaring mee hebben, waar ze zich nooit werkelijk in verdiept hebben. Nou, en dat religieus systeem, kerkelijk systeem, inderdaad, is een systeem wat een redelijk succesvolle ontwrichting heeft veroorzaakt van de manier waarop wij in feite onze spiritualiteit willen beleven. En ik leerde dat, nou ja, ik heb nooit echt, ben nooit ontvankelijk geweest voor de kerk, maar ik leerde dat heel mooi ooit. Dat zei ik laatst ook een keer in een interview, geloof ik, maar toen ik met mijn Indiaanse grootmoeder was, ik heb een grandmother Sarah van de Mohawk-Indianen, waar ik heel veel geweest ben in Canada, die mij dan een keer meenam naar een bos. En in het bos was bij het rand van het reservaat, dus het zag er prachtig uit. Het was mos, de zon scheen er doorheen, door de takken, er waren vogels. Het was echt zo'n sprookjesplaatje. Toen hield ze me stil. Ze liep nooit zo snel. En toen zei ze, hey grandson, kijk eens om je heen. Zo. Dus ik voelde dat ze wat wilde gaan zeggen. Dus ik aanschouwde dat.
Zo, dat hele plaatje is een stilte moment. En toen zei ze van, this is our church. Hè? Dat is de boodschap die ze gaf. Zo, dit is onze kerk. Zo werkt dus spiritualiteit. Dit is wat het, waar het werkelijk om draait. En dat soort momenten laten zo mooi zien wat onze werkelijke behoefte is. Maar op het moment, als het gaat om spiritualiteitsbeleving, maar op het moment dat jij een variant aangeboden krijgt van die spirit, dat is nog niet zo rampzalig. Het wordt rampzalig als de voorwaarden aan worden gekleefd. Er zijn heel veel mensen die Maria als zodanig als een liefdevolle vrouwelijke entiteit ervaren. Er is niks mis mee wat mij betreft. Het gaat er alleen maar om op het moment dat deze persoon gebruikt gaat worden om een bepaalde doctrine subliminaal in te brengen. En dan ga je van kwaad tot erger. Want als je spirit verlogend wordt door allerlei kunstmatige versies, dan kom je eigenlijk steeds dieper in een doolhof met je spiritualiteitsbeleving. En mijn praktijk laat zien dat er mensen zijn die, als jonge vrouw al seks aanbieden bij de pastoor, om het maar even zo te zeggen, omdat ze inmiddels geloven dat als ze dat niet doen, ze nooit in de hemel komen. Dus zo verwrongen kan het gaan worden. Kan overigens schildklierproblemen opleveren, maar dat is weer wat anders. Dus dan kunnen mensen in zulke ontwrichte gedragsstructuren terechtkomen. Uit angst voor dat beeld wat opgeworpen is van die God die van alles vindt en kijkt en doet, een Big Brother. Het is net de cloud, hè? En dit is de cloud van nu, is God van toen. En dan zit je natuurlijk super in de val. Ja, het is eigenlijk wel, want als ik zo daarna luister, weet je, je begint ergens met een kijk op spiritualiteit. Daarna heb je de kerk en godsdiensten wat ons daar verder van weghaalt. En nu eigenlijk gaan we weer verder weg van de kerk en komt daar science voor in de plaats. Zo voel ik het altijd eigenlijk. Dat wetenschap is nu het oude, de oude godsdiensten en zo, zeg maar. Dan gaan we nog verder weg. En jij zei het net al, en dan komt er een soort van AI-achtig nieuwe god aan zo meteen. Maar wat je ziet dus eigenlijk gebeuren, is dat je gewoon bottomline steeds verder verwijderd raakt van waar het eigenlijk om draait. Ja, weet je, en wat interessant is hierin, is van, ik zei het in het begin van ons gesprek al, van, ik heb het voorrecht om mensen te kunnen vragen naar zo'n diepere belevingen. In die diepere afstemmingen hoor je heel veel interessante dingen. Nou, kijk, als je nou zielen zou kunnen ondervragen van, wat is nou de reden waarom je naar een aards leven gaat? Hè? Waarom we ons in een fysiek jasje terecht doen komen om een aards leven te hebben, een incarnatie aan te gaan. Dan zullen die zielen volmondig zeggen, de gemeenschappelijke deler is dat ze hier komen om het aardse leven in volle omvang te ervaren. Dat betekent te dansen, te eten, te vrijen, te poepen en te plassen als gevolg daarvan, avonturen te beleven. Kortom, we willen onze spiritualiteit in de fysieke vorm ervaren. Dat is rete belangrijk. In de fysieke vorm. We willen weten hoe het is om een goede heilbui te hebben, om een keer een ongelooflijke boze uitval te hebben met een heleboel God voor ze ook liefst. Tegelijkertijd ook spiritualiteit te beleven, muziek te ervaren. Dat allemaal dingen zijn allemaal verbonden aan de verbinding, ik zit nou op de tafel te knallen, met het aardse. Wat er totaal niet in thuis hoort, is digitale levens. Dat is wat een ziel echt shit vindt. Dat het allemaal met tiptoetsen gaat, of via de cloud, of digitaal, of energetisch, en al dat soort dingen meer, vindt de ziel totaal niet interessant. Daar komen we hier niet voor. Dus er wordt ons een vervalste versie aangeboden van de spirituele wereld waar we vandaan komen, om ons in gevangen te houden door middel van, nou je weet het, QR-codes, tiptoetsen, implantaten, chips, heel de pleuris. Dat is het concept wat ons aangeboden wordt en heel veel mensen trappen erin. Nee, als ik jou moet betalen met iets, dan doe ik dat met een aardappel, want dat ding kan ik in mijn hand houden, die heb ik zelf uit de grond getrokken. Of desnoods met een munt. Dan heb ik nog iets wat ik denk van, dat is tastbaar. Dat vindt een ziel hier gaaf, dat het tastbaar is, dat het ervaarbaar is. Dus alles wat feitelijk digitaal aan ons opgedrongen wordt, is niet zielseigen. Dat is interessant, hè?
Ik vind dat zo'n waanzinnig inzicht, daar komen we helemaal niet voor. Dus de misleiding is natuurlijk dat alles opgetrokken wordt naar een soort gecomputeriseerde, artificieel intelligente systematiek, die allemaal, en dan komt die, aan de cloud gekoppeld wordt. Maar de cloud is natuurlijk de manifestatie van die zogenaamde God. Die mafketel die boven in de piramide zit met dat oog. Mm. Dat is wat, daar moet het stoppen. Dus boven die piramide, dat ken je, dat oog wat daar zit. Daar moet het stoppen. Mensen moeten vanuit in hun groeiproces niet verder kunnen gaan dan de top van de piramide. Daar vandaan moet naar beneden gekeken. Eerst was het God, toen was het de baas, toen is het de president. Nou is het de cloud of de computer of een controlemechanisme. Daar vandaan moet de boel gemonitord worden. Mm. Maar je pijnappelklier, die kijkt dwars door die punt heen van die piramidepunt. Omdat het zijn natuurlijke aard is om verbonden te zijn met de voorouders. Via de dromen, via afstemmingen, via weet ik veel wat voor momenten. Zodat er een assimilatie plaatsvindt van spirituele informatie van je voorouders, van totems, naar het aards leven. Zodat je als in een adem, in een uitademhaling een constante guideline krijgt over waar je moet wezen. Dat is het oorspronkelijk systeem. Daar gaan we ook naartoe. Maar deze kunstmatige versie probeert ons daar helemaal van af te houden. Mm-hmm. En dan daar komt dus ook die hele transhumane agenda flink exact. Van pas. Ja, precies. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel weer heen gaan. Uiteindelijk steeds meer van het mens af en steeds meer geïntrigeerd met de computer. En dat is wel gelijk een mooie brug ook naar een ander thema. Zo voelt hij voor mij vaak. Orgaandonatie. Daar heb jij in je boek ook even een passage over. En dat is een onderwerp waar ik me steeds meer aan in verdiepen ben. Maar voor mij voelt dat soms een beetje als de voorloper van die transhumane agenda. Omdat we het zo zijn gaan normaliseren dat we maar gewoon organen in en uit ons halen van andere mensen en zo. En dat het de weg naar een orgaan laten vervangen door een artificieel-achtig iets ook normaliseert. En uiteindelijk ook weer de chips en zo weer normaliseert. Misschien iets te ver doordacht van mij. Maar dat is wel hoe het vaak op mij overkomt. Maar de normalisatie daarvan vind ik wel best wel bizar. En dat bevestigt eigenlijk hetgeen wat jij schrijft in dat boek ook weer. Zo schrijf je het niet per se op, maar dat is wel mijn interpretatie ervan. Want er komt best wel veel kijken bij dat hele fenomeen waar wij geen rekening mee houden. Ja, want als je naar dat concept kijkt alleen maar vanuit een mindsysteem, ontdaan van spirituele input, ja, dan zijn wij natuurlijk gewoon een soort verzameling van organen met allerlei daarin willekeurig zich afspelende biochemische processen. En ja, binnen dat idee, ontdaan van spiritualiteit, is alles vervangen en verplaatsbaar. En aangezien de wetenschap ook gestoeld is, ik heb dat ook ergens opgeschreven, op de aanname dat een spirit of bewustzijn niet bestaat, moet je nagaan. Dus dat betekent dat al die mensen die zich daarmee bezighouden, met die wereld, een opleiding genoten hebben, waarin ze nooit iets is verteld over het belang van het kennen van je voorouders, dat al helemaal niet. Laat staan reïncarnatietherapie, zeg maar. Die gasten die komen op bezemstelen en tapijtjes voorbij en zo. En chakra's ook niet en meridianen ook niet. En weet ik niet wat, allemaal spirituele wijsheden, daar weten ze helemaal niks van. Alles is alleen maar gefocust op dat materiële ding. Ja, als je daar genoeg in zit en je bent daar genoeg in, hoe zeg je dat, vastgezet als het ware. Ja, dan kan je gaan geloven. Voor mij part nog los van het lucratieve aspect van de hele business. Dat iemand geholpen is met een vervanger van een orgaan. Kijk, en dan wil ik me nog afhouden van die discussie. Nou, dat hoef ik niet. Maar het is wel zo dat wanneer je wel gaat beseffen dat wij doorweven worden door levensenergie, bewustzijn. Kijk, als jij een keer, het is mij natuurlijk wel eens overkomen, met een hamer een spijker erin wil slaan en er komt een leuke meid voorbij fietsen. Waardoor je denkt, oh, dat je dan keihard op je duim slaat, weet je. Dat die duim onthoudt wat zich daar heeft afgespeeld. Dus dat betekent dat het bewustzijn van die duim,
die ervaring van die hamer erop en blauw en een beetje bloed en dat toestanden, dat wordt in het bewustzijn van die duim onthouden. Hè? En de bedoeling daarvan is dat wanneer je een soortgelijke handeling verricht en er komt weer een leuke meid voorbij, dat je dit keer denkt, wacht even, of naar die meid kijken en nog even niet tikken, of negeren en doorwerken. Dat bewustzijn, dat zit erin, in je duim. Dat is een simpel voorbeeld, maar het geeft absoluut aan hoe het in ons systeem werkt. Maar op het moment dat jij door een ongeluk je duim verliest en ik half dood aan een boom hang, waardoor de mogelijkheid er is dat jij mijn duim krijgt en ik daarna lawaai ben en jij gaat timmeren en je hebt die ervaring die ik heb gehad nooit eerder gehad, dan kan het zijn dat jij informatie krijgt van mijn ervaring. En dat past niet in jouw perceptie, omdat dat totaal verschillende, zeggen dat, bronnen zijn. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk nou om nieren en harten en levers en hoornvlies en alvleesklieren en ik weet niet wat allemaal. Nou ja, wat is de realiteit? Ook al die organen, hè, die worden doorweven met levensenergie, met daarin opgeslagen verhalen. En die opgeslagen verhalen, die maken dat iemands orgaan niet naar behoren functioneert. Want anders hoeven ze niet vervangen te worden. Mm. Dus als opgeslagen verhalen, waarmee ik dan dus bedoel trauma's, ik heb het gekscherend gezegd met die hamer, maar voor dit soort organen gelden diepere dingen, dan betekent het dat als mijn nier of mijn lever of mijn hart of wat ook niet genoeg functioneert, nou, wat gebeurt er? Dat orgaan wordt uit mijn lijf gehaald. Er is niemand geweest die mij op maat heeft gevraagd van, joh, wat zou nou de aanleiding geweest kunnen zijn dat dat orgaan bij jou niet is goed gaan functioneren? Er wordt alleen maar geconstateerd dat het niet goed functioneert. That's it. Dat orgaan wordt eruit gehaald. Mijn lijf, mijn hele constitutie, die snapt daar eigenlijk geen reet van. Want dat orgaan, dat hield een verhaal in wat voor mij van wezenlijk belang is, wat onderhouden wordt in de hele systematiek, en dat ligt ineens in de prullenbak. Oké, dat is punt 1. En dan moet er ergens iemand anders zijn die ofwel een ongeluk krijgt of een hersenbloeding, want dat zijn meestal degenen die in aanmerking komen voor dat donorschap. En dan worden die mensen, terwijl ze in veruit de meeste gevallen in leven gehouden worden onder de naam hersendood, alle vitale functies die zijn er nog. Mm-hmm. Ik kan in deze context het boek aanraden van Ger Lodewijk. Het gaat over orgaandonatie. Dat heet Wat men over orgaandonatie zou moeten weten. Die omschrijft het precies. Ook welke lichaamsfuncties er allemaal nog zijn. Maar alle vitale functies zijn nog steeds actief. Terwijl jij hersendood bent. Oké. Dan word jij, terwijl je hersendood bent, worden jouw organen eruit gehaald. Maar daar kleeft ook een verhaal aan. Dat hoort bij die persoon. En het wordt eruit gehaald en het wordt bij mij ingezet. Dus mijn systeem snapt helemaal geen bal van het verhaal wat er nou ingebracht wordt, want dat sluit niet aan bij mijn eigen systematiek. Vandaar dat er afstotingsverschijnselen gaan komen. Die zijn er altijd namelijk met orgaandonatie. Daar wordt ook hoop geld aan verdiend. Ik geloof 10.000 euro per persoon aan antibiotica. Maar dat is wat anders. Ja, voor iemand die gemiddeld een transplantatie heeft. Kijk, ik moet natuurlijk altijd oppassen. Want weet je, het is altijd zo van, als dit ter sprake komt, dat er een emotionele return komt van, ja, maar wat als het jou zou overkomen? Mm-hmm. Weet je, die afweging die maak ik helemaal niet. Ik kan alleen maar iets uitleggen over wat ik in mijn eigen praktijk meerdere malen heb meegemaakt met mensen die dus hiermee te maken hebben gehad. Maar om het verhaal weer af te maken, die persoon waar die organen worden uitgehaald, die hebben dus ofwel een beroerte gehad ofwel een ongeluk gehad. Dus dat betekent dat die per definitie in shock verkeren. Ik heb dat eerder proberen uit te leggen. Dat zijn omstandigheden die ideaal zijn voor een dissociatie. Snap je? Dus het lichaam zit in een overlevingsmodus. Het gebeurt plotseling, altijd. Je zit misschien nog wel minder stuur in je maag.
Of je probeert je been nog uit de beknelling te halen. Ik weet niet wat allemaal. Super overlevingsmodus. En in no time lig je eigenlijk onder spierverslappers en allerlei toeters en bellen. Lig je daar in leven gehouden te worden. Want je wordt in het leven gehouden. Mm-hmm. Aan de beademing. Terwijl je hersendood verklaard bent. Hè? En dan lijkt het voor degene die daarnaar kijkt alsof het gewoon einde oefening is. Die persoon, ja, die reageert eigenlijk niet meer en die is hersendood, dus dan zit er ook geen leven meer in dus. Maar als je het vanuit deze kant bekijkt, begint het natuurlijk bij de spirit pas nu. Hè? Die spirituele, de spirit die in zijn, aan zo'n lijf verbonden zit, die gaat op alle niveaus proberen vanuit een instinct om in leven te blijven. Dat is een instinct. Nou, als ondertussen je organen er worden uitgeplukt, dan betekent het dat het als zeer traumatisch ervaren wordt voor degene die daar weer ligt. Dat daar organen uitgehaald worden om redenen die totaal in een bepaalde fragmentatie van besef niet op zijn plek vallen. Dus je krijgt niet alleen dat orgaan van die persoon, je krijgt het orgaan wat vol zit met traumatiek, omdat hij eigenlijk nog dienstbaar wil zijn aan zijn baasje, die in een overlevingsmodus zit. En 5 minuten daarna, of 10 minuten als het leegplukken plaatsgevonden heeft, wordt de stekker van de beademing eruit gehaald en sterft die persoon. Dat wil zeggen, het hart gaat dood. Het hart snapt er ook helemaal geen bal van. Dus die persoon, als die sterft en inderdaad de ziel vrijkomt van het lichaam, nou, laat ik zeggen, die komt niet vrij, want de ziel kan niet van zo'n leven loskomen op het moment dat er zoveel verwarring plaatsvindt rondom dat sterven. Dus dat betekent dat de ontvanger van die organen per definitie verbonden zal blijven met de verwarde geest van de donor. Zo, dat is een optelsom van allerlei feiten, zoals ik er naar kijk en mensen mij uitgelegd hebben. Dus als je daarmee zou willen werken, okay, dan is het belangrijk op zielsniveau, wie dat dan ook doet, contact te maken met zowel de ontvanger als de gever. En dat de gever, de donor, bewustzijn gaat krijgen over het feit dat hij is overleden. Dus dat is een verwerkingsproces op zielsniveau. Dat op de eerste plaats. Dus er moet contact gemaakt worden met de spirit van die donor. En vervolgens moet er een transitie plaatsvinden. Dus dat noem je een rite van overdracht, een passage rite. Dus dat betekent dat er op spiritueel niveau toestemming moet komen van de gever en de ontvanger, dat er een overdracht komt van die organen. Nou, als dat al plaatsvindt, dat betekent dat de ontvanger altijd in verlegenheid gebracht zal gaan worden. Omdat hij natuurlijk beseft iets aangereikt te krijgen, hè, als een plaatsvervanging voor iets waar hij zelf een thema mee heeft uitstaan. Mm-hmm. En daar zal hij dan aan moeten gaan werken. Het zou wel kunnen, ik heb gemerkt met de sessies die ik gedaan heb op basis van dit soort ervaringen, dat de afstotingsverschijnselen significant afnemen. Maar dat is voor mij niet een pleidooi om dat hele verhaal, zeg maar, te willen ondersteunen. Maar het kan wel. Nee, want ik kreeg eigenlijk juist meer het idee, ook zeker toen ik, nou, ik begon er wat onderzoek naar te doen, maar ook zeker naar het lezen van jouw boek, dat zou je het niet preventief voor willen zijn dat je überhaupt voor open staat om iets als orgaandonatie te doen op het moment dat je weet wat daar dus eigenlijk achter zit en dat dat eigenlijk hetgeen is wat je zou moeten oplossen, waardoor het of niet nodig is, maar nou zeker als je kijkt hoe dit allemaal vervolgens gaat, dat je het niet eens zou moeten willen. Ja, het is natuurlijk lastig. Ik denk dat je met reïncarnatietherapie of in ieder geval transpersoonlijke therapie heel veel kunt voorkomen. Maar daar doe je het niet per se voor. Het is meer zo van dat wanneer je de trauma's uit het verleden leert verwerken, zo goed en zo kwaad als dat kan, dat dat de noodzaak voor nieuwe ellende in ieder geval minimaliseert. Daar draait het eigenlijk om. Want op het moment dat iets nog steeds aandacht nodig heeft, ja, dan ga je steeds mee geconfronteerd moeten worden. Maar het is natuurlijk op deze lagen wel belangrijk, met alle insteken die je hebt therapeutisch, dat je rekening houdt met spirituele waarden als je therapie beoefent. Nou, en dan gaan heel veel therapievormen al gelijk nat. Hmm. En dat is het punt. Kijk, ik herinner me, dat staat volgens mij ook in mijn boek, van een man die op een lezing kwam die ik deed, ook met Ger Lodewijk, over orgaandonatie. Ik zei toen,
Ik zei van op mijn lezing van, over nieren, dat nierproblemen heel vaak verbonden zijn met zeer onverwerkt verdriet. Laat ik zoiets had ik gezegd. Het zijn natuurlijk verdrietfilters, noem ik het wel eens. Nou, oké. Hoe dan ook, ik spreek een man na de lezing en die kwam naar me toe. En de man was 68, volgens mij, net 70 misschien. En die zei tegen mij, zei van, ik heb even een vraag aan je. Ik zeg, ja, vertel maar. Hij zei, mijn nieren die functioneren allebei nog net geen 20% meer. En ik sta op de lijst voor een orgaantransplantatie. Hij zei, maar ja, jij zegt net dat je een verband legt tussen niet goed functionerende nieren en allerlei diep verdriet en dat soort dingen. Hij zegt, ik heb er geen idee. Ik heb nooit echt iets verdrietigs meegemaakt. Dus hoe verklaar je dat dan? Dus die man die vraagt mij eigenlijk om een bevestiging dat ik er op dat moment dan een soort naast zit, zeg maar. Mm. Die man is 70 jaar, heeft een groot deel van zijn leven geleefd. Intelligente vent gewoon. Hij heeft zijn dingen gedaan, getrouwd geweest. Of was hij nog, geloof ik, en bla, bla, bla. Ik zeg, nou ja, misschien moeten we het een keer gaan onderzoeken dan, als je dat wil. Maar inderdaad, 4-5 maanden later stond hij bij mij op de stoep in de praktijk. En dan gaan we onderzoeken. Nou, ongeveer binnen 10 minuten, begrijp ik, op basis van mijn vraagstelling met een kopje koffie erbij, dat zijn moeder, voordat hij zelf geboren werd, een meisje verloren was. Dat is 1. Vervolgens wordt ze zwanger van hem. En tijdens de zwangerschap overlijdt de lievelingsbroer van zijn moeder. Dan is hij helemaal geboren. Dan komt er nog een zwangerschap. En er wordt weer een meisje doodgeboren. Ik zeg, heb je nou genoeg verdriet? Of hoe zit het eigenlijk? Mm-hmm. Nou, we gaan daar therapeutisch op inwerken. Enzovoort. En die man, die had echt tranen met tijd te huilen. Begon te vertellen dat hij eigenlijk een supersymbiotische relatie met zijn moeder heeft gehad. Dat zijn niercapaciteit, dus zijn nierfunctie, gigantisch afgenomen was vanaf het moment dat zijn moeder 10 jaar geleden overleed. Hij ineens begon te begrijpen dat zij eigenlijk nog steeds aan zijn nieren vast zat. Dat heb ik net proberen uit te leggen. Mm-hmm. Dat hij, om met zijn moeder verbonden te blijven als kind, geprobeerd heeft heel veel van zijn verdriet, van haar verdriet bedoel ik, naar zich toe te zuigen. Om het van haar harmonieus te houden, zodat hij een moeder had die hij als het ware nog in leven kon houden. Kortom, hij begon te beseffen dat hij zijn nieren ongelooflijk belast had, doordat hij heel veel verdriet van zijn moeder had opgezogen. Dat. Daar heeft hij ook geen boeken voor gelezen. Is niet bezig geweest. Hij heeft het onwijs gevoeld. Heel diep. Er kwamen dikke waterlanders in de sessie. En er viel heel veel in één keer op zijn plek. Nou, en dan is het natuurlijk het leuke dat ik dan 4-5 weken later bericht krijg van deze man. Dat hij in het ziekenhuis was geweest en dat hij die nierfunctie had gemeten. Die was ineens naar 33% gestegen. En was nog in progressie. Hij zei, ik ben afgevallen, ik kom meer kleur op mijn gezicht. Ik begin weer een beetje te lezen. En dat is, daarna kreeg ik nog een keer reactie, toen was het nog meer gestegen. En dat was van de lijst af van de orgaandonatie. Zo, om maar even aan te geven, dat was ook jouw vraag. Mm. Het is best wel eens interessant voordat dingen echt, nou, zich diep gaan vastzitten. Je af te vragen, goh, hoe zat het eigenlijk met mijn moeder? Want er had eigenlijk al lang iemand moeten zijn in het leven van deze man. Die zei van, Jezus joh, is dat echt zo? Je hebt je moeder 2 dochters verloren. En dan ook nog die broer van haar lievelingsbroer. En jij zit in de baarmoeder. Zou het effect gehad kunnen hebben? Wat denk je zelf? Drink er een biertje bij en een borrelnootje en zo. En bespreek het. Dan komt het besef al gewoon voordat je 70 moet worden en je nierfunctie naar 20% is gereduceerd. Hmm. Dus het feit dat wij ons niet met die dingen bezighouden, met dat bewustzijn en dat soort dingen, ja, maakt best wel een soort van een hoop scheefgroei, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Nou, en je hoort het zeer zeker niet terug in de huidige geneeskunde of whatever, dat soort klachten kunnen ontstaan door trauma's in of eerdere levens of wat er dan op een andere manier ook meegemaakt is. Ja. Dat is natuurlijk wel eye-opening op het moment dat je daarvoor openstaat, dat dit soort verhalen dus gewoon bestaan. Ja. En dat we dus ook heel veel onnodig verkeerd behandeld worden, omdat je eigenlijk daarnaar zou moeten kijken of kunnen kijken op een compleet andere manier. Ja, ja, en het is natuurlijk, want Ewald Steuteler, een van de beste homeopaten ter wereld, die schrijft het nawoord in mijn boek, waarin die een stukje schrijft over de epigenetica.
Nou ja, er is het mee gezegd. Dat is inmiddels ook al aangetoond. Mm. Ook vanuit de wetenschap, dacht ik toch wel. Mm. En de epigenetica die vertelt gewoon, of die toont aan dat omgevingsbeïnvloeding de DNA-schikking bepaalt. Nou, dat zegt het toch? Dus als jij met een chronisch verdrietige moeder opgroeit als kind, dan betekent het dat de entiteit moeder, die 24/7 rondom jou heen dwarrelt, in een verdrietsmodus vertoeft, in een depressie vertoeft, en dat die energie dus van bepalend effect is voor de vorming van jouw DNA. Nou, dat is aangetoond. Dus als jouw vader constant agressief is, als die Lazarus thuis komt, weet ik wat allemaal, vanaf het moment dat hij s'avonds binnenkomt en je hoort het slot opgaan, dan ga je al in een bepaalde modus en dan komt hij weer. Mm. Nou, als dat met regelmaat gebeurt over een langere periode als kind, dan betekent het dat jouw DNA zich gaat schikken naar datte. Waardoor jij later, als de goede man al lang en breed dood is, bij wijze van spreken, steeds bang wordt om ergens binnen te stappen, of als er een deur open gaat, of als er iemand binnenkomt, of als er een vent binnenkomt die langer is dan 1,80 meter. Weet ik het allemaal. Omdat die programma's dan weer gaan draaien. Mm. Ja, dus de epigenetica geeft heel mooi aan hoe beïnvloedbaar we zijn. En op het moment dat dat voor mensen voldoende duidelijk is, dan denk ik, nou, ga even onderzoeken wat je belangrijkste invloeden waren toen je jong was. Die zijn er, als het goed is, altijd geweest. Ja, maar dat is ook beïnvloedbaar in positieve zin. Zeker. Ja. Dus het oplossend vermogen is natuurlijk ook enorm dan. Ja, maar ja, weet je, voor mij de positieve dingen, daar ben ik nooit in geïnteresseerd als therapeut. Nee, snap ik. Dat vindt zijn eigen weg wel, maar het klopt natuurlijk wat je zegt, zeker. Ja. Je krijgt natuurlijk heel veel competenties en liefde en mooie sturing en talenten en aanmoediging van je voorouders mee ook. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk, in de therapie kom je dat niet tegen. Het gaat meer om de dingen die misgegroeid zijn, zeg maar. Ja. Maar ook hoe je die dingen die misgegroeid zijn dus ook weer terug kan veranderen. Ja, ja, en dat, omzetten, ja, ja, absoluut, absoluut. Ja. Maarten, heb je, ja, dat vind ik een interessante vraag, want je hebt zoveel meegemaakt en zoveel verhalen gehoord en we gaan nu natuurlijk naar een periode toe waar weer veel trauma zal komen. Ben je er toch, zeg maar, positief onder als je kijkt naar wat nu wat ons te wachten staat, waar we heen gaan? Ja, weet je, het is een grote vraag. Laat ik zo zeggen, waar ik van overtuigd ben innerlijk, is dat de ziel en de zielenkracht zich nooit zal laten beteugelen. Het is meer de persoonlijkheid die daar rondomheen gebouwd is en dus geïndoctrineerd, die beïnvloedbaar is. En dat kan natuurlijk een hoop schade opleveren. Dus het plan van die krachten, archontische krachten, noem het maar, om de plaatsvervanger te worden van de oorspronkelijke schepper. Hè? Dus dat zij, zeg maar, zodanig met de bouwstenen van de schepping gaan kloten, zonder de ene, de liefdevolle oerbron in acht te nemen, dat plan gaat niet lukken. Ziel is net als water, weet je. Oké, als het echt niet meer gaat, dan droogt het op, dan leviteert het en komt in een nieuw jasje weer terug. Als onkruid tussen de barsten van een geasfalteerde weg. Dus dat is voor mij, staat buiten kijf. Dus dat is, dus wat mij betreft, ben ik optimistisch. Mm. Maar goed, ik ben natuurlijk zelf ook benauwd dat er best wel wat schade zal gaan komen. En dat er een hoop op stapel staat in deze tijd, wat ons onwijs zal uitdagen om keuzes te maken en beslissingen te nemen die wij eerder al hadden willen nemen in eerdere levens, maar toen onder de toen geldende omstandigheden niet deden. Dat ons ook een kans geboden wordt om dat alsnog te gaan doen, en dat je in een bepaalde positie ingedirigeerd wordt, waarin je geconfronteerd wordt met omstandigheden die vereisen dat je stelling inneemt voor mm-hmm. jezelf. Mm-hmm. En dat betekent dat je moet leren kiezen vanuit je hart, in plaats van wat er van buitenaf, door welke autoriteit dan ook, want zoals het in vorige levens ook vaak, verwacht wordt van je. Dus het kan me zo voorstellen dat heel veel mensen belangrijke beslissingen nemen, op zielsniveau een gigantische sprong hebben genomen daardoor, maar dat het voor een buitenstaander een triest leven kan lijken. Snap je? Dus. En ik vermoed dat in de periode na deze hele toestand, dus laten we zeggen de komende eeuwen, heel veel mensen zullen gaan reïncarneren.
die nu ofwel sterven of in dit tijdperk ondergesneeuwd raken door al die indoctrinaties enzovoort. En dan zitten we ver in de vierde dimensie, zullen we maar zeggen. Dus dan is de energie hier milder. Dan is het lastig om nog heel veel te haten, want dat vindt dan weinig weerklank. En dat stelt heel veel mensen in staat om zeg maar opnieuw te gaan voelen hoe mooi het leven kan zijn. Nadat ze voor een lange periode levens geleefd hebben die gedomineerd werden door autoriteiten. Man aan de top, het piramidale systeem. Dus ik heb een soort gevoel voor wat het waard is. Voor mezelf is het wel het waard. Voorgevoel dat er een enorme zachtheid gaat komen in de komende eeuwen. Van zielen die opnieuw vanuit kinderlijke nieuwsgierigheid en verlangen om weer verbonden te zijn met de bomen en het vuur en met elkaar. En de water en de bergen en alle dingen om weer te verwonderen over wat de oorspronkelijke bedoeling is van het leven. En dat zij daarmee een tijdperk verlaten waarin er een kunstmatige versie opgedrongen werd. En dat voelt voor mij als een heel mooi gegeven. Toch hoopvol. Heel hoopvol. Mag ik jou vriendelijk bedanken, Maarten, voor deze podcast, maar ook voor al je werk, voor de uitnodiging. En uiteraard ook voor je prachtige boek, lieve vrienden, ga hem kopen. Ja, super bedankt, man. Heel graag gedaan. Was een genoegen. Nice. Lieve vrienden, vonden jullie het tof? Jullie helpen mij door de video te delen op socials en met je vrienden. Like hem en abonneer je ook op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Wil je helpen? Dat kan. Een bijdrage kan je leveren op www.johnluca.com. Dat kan zowel financieel als op een andere manier. Je kan een mailtje sturen naar info@johnluca.com. Lieve vrienden, super bedankt voor het kijken en voor jullie bijdrage en hulp. We zien jullie snel weer. Maarten, thanks again. En graag gedaan. Peace.